Goedemiddag, mijn naam is Klaas Niewold, hoofd van de klantgroep Senioren. Welkom met het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam bij het event Veilig en Goed Voorbereid de Toekomst Tegemoet. We gaan zometeen kijken naar drie prachtige workshops. Eén over social media voor senioren. De tweede zal gaan over veilig bankieren en phishing. En de laatste gaat over nalatenschapsplanning en vermogensoverdracht. Ik wens u heel veel kijkplezier. Welkom bij deze workshop. Mijn naam is Annette van Betuwe, maar dat hebben jullie vast wel begrepen. Ik moet even nog iets vertellen. Als u vragen stelt tussendoor, dat kan. Maar wacht dan even tot de microfoon bij u is. Want niet voor mij, want ik kan u wel verstaan, maar voor de mensen thuis. Want dat is zo zonde, ik kan het wel herhalen, maar het is altijd makkelijk om het zo te doen. Ik heb voor dit half uurtje toch een programmaatje gemaakt. Dat vind ik zelf altijd even prettig om te laten zien waar gaan we het over hebben. Ik zal zo even wat over mezelf vertellen. Ik wil ook wat dingen van u weten. Ik ga toch even voor de mensen die nog niet zo actief zijn op internet even na wat gebeurt er allemaal op internet. En ik zal ook wat verbanden laten zien of overeenkomsten laten zien met social media later. En dan gaan we natuurlijk naar wat zijn social media, waar gaat het over, wat kun je ermee. En vragen staat hier weliswaar achteraan, maar dat mag je ook tussendoor doen. Half uur is kort. Maar ik heb geluk. Dit boek heb ik geschreven, Social Media voor Senioren. Ik verwijs er een paar keer naar en u krijgt het mee in de goodiebag. Dat is voor mij heel prettig, maar voor u ook. Dus ik leg het even weg. En die krijgt u als u straks weggaat. Ik heb, dat is de afbeelding van mijn boek. Ik heb twee websites van Betuwe Advies, maar ook sinds juni Social Media voor Senioren. Dat is natuurlijk ook om mijn boek te promoten. Maar ook omdat ik daar filmpjes op verzamel die een iets ander beeld geven van senioren. Want door mijn workshops ontdekte ik ook alleen maar filmpjes van ouderen die gebrekkig zijn, moeilijk kunnen lopen, Alzheimer noemen op. Denk, ja, dat klopt. Maar er zijn ook andere senioren zoals u. Actief, nieuwsgierig, leergierig, die meer willen weten van social media. En die mensen die wil ik ook op een andere manier in beeld brengen, laten zien. Dus vandaar. Ik wil nu even wat van u weten. Ik heb de neiging om de vraag, zit u al op internet, over te slaan, want iedereen zit op internet die vandaag hier is. Klopt, ja precies. Dus dat. Maar social media, ik wil graag van u weten, wie van u zit op Facebook? Dat zijn toch een aantal. Ik vraag niet hoe actief u bent. En LinkedIn? Ja, oké. Okay. Twitter? 3. Pinterest? Ja, u ook. Oké, okay. Laat ik straks iets van zien, want dat is interessant. YouTube? Gebruikt u YouTube wel eens? YouTube is namelijk ook een social medium, want je kunt erop reageren. Alleen wij denken dat dat iets anders is, alleen maar filmpjes, maar je kunt erop reageren. Daarom, het is tweerichtingsverkeer. Bovendien, YouTube is natuurlijk heel erg leuk. Je kunt er van alles op vinden, en niet alleen muziek. Maar je kunt er ook op vinden hoe verschoon ik een luier, hoe vouw ik een t-shirt heel snel. En ook cursus iPad-les, kunt u daar ook op vinden. Dus als u dan Nederlandse woorden intypt, dan schakelt u al de Engelstalige uitkomsten uit. En dan zult u dat vinden. Onder andere van Libelle heb ik er eentje gezien. Maar is het dan niet zo dat ik dezelfde informatie gewoon op internet heb? Even wachten. Oh, ja. Wilt u het nog eens herhalen? Kan ik diezelfde informatie niet gewoon op internet vinden zonder dat ik van YouTube gebruik maak? Want als ik morgen intyp hoe moet ik mijn begonia planten, dan kan ik dat ook gewoon op internet vinden. Dan hoef ik YouTube niet te gebruiken. En dat is volgens mij normaal op internet met beveiligingsprogramma's ook veiliger. Beveiligingsprogramma's internet, dat begrijp ik niet helemaal. Maar het gaat vooral even erover. Ja, het kan ook via Google, hè? Zoeken via Google. Dat kan. Maar het kan ook via YouTube. YouTube is na Google de grootste zoekmachine. Ook al zijn het filmpjes. En ik heb ook van alles opgezocht. Bijvoorbeeld een telefoon die een paar jaar geleden die heet werd. En niet warm, maar heet werd aan mijn oor. Het waren net een paar ontploft van een ander merk. Dat heb ik opgezocht via YouTube. Is er iets mee aan de hand? En toen dacht ik, nee, het ligt aan die telefoon. En dat is natuurlijk via Google heel erg moeilijk op te zoeken. Maar goed, het kan hoor. Maar YouTube, ik gebruik het veel om op te zoeken. Maar met name de tip van, er staan ook cursussen op.
over iPad en wat is LinkedIn of wat dan ook, staat er allemaal op. En interessant, er staan ook slechte filmpjes bij, maar goed. Wikipedia, gebruikt u dat? Dat is dus ook de online encyclopedie, dat is ook een social medium. Skype, dat ook. Maar goed, we gaan even verder met wat is er dan te vinden op internet. Ontzettend veel informatie. We hadden het er net over. Googelen is tegenwoordig een werkwoord. Dat wisten we 10 jaar geleden nog niet, maar nu wel. Ik heb hier Google Maps gebruikt om te kijken hoe kom ik van Wageningen, waar ik woon, in Amsterdam met de auto. En vervolgens heb ik gedacht, en de trein, en die heb ik dus gepakt. Hier staat wel op 7:26 de trein. Ik heb een half uurtje later de trein gepakt. Dat is op zaterdag toch wel erg prettig. Want ik wist al, ik stap op Ede-Wageningen, station Ede-Wageningen. En ik stap hieruit en loop naar de bank. Maar dat vind je dus ook op internet. Dit soort informatie. Je hoeft niet speciaal naar een station of een spoorboekje. Nou, dat gebruiken we al bijna niet meer. Andere websites. Bijvoorbeeld Amsterdam.nl. Uw eigen woonplaats heeft ook een eigen website. Alle overheden staan op internet met een website. De één goed, grote plaats. Die dingen die functioneren ook goed, die websites. En het verschilt nog wel eens, maar ook dat is constant in ontwikkeling. Tweede Kamer heb ik ondergaan neergezet. De anderen staan er ook allemaal op. Provincies, politie, noem maar op. Maar ook dit natuurlijk. Websites heb ik eraf gehaald. Links is van de musical Hij geloofde mij van André Hazes. Daar is Anouk. En hieronder, ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Limburg, niet uit Maastricht. De website van de Maastrichter Staar is er ook. En ook van allerlei andere groepen. Er is heel veel te vinden. Maar een website, die noem ik wel eens plat, net als een krant. Je kunt erop kijken, je kunt niet reageren. Ja, je kunt e-mailen en bellen. Nou, dat is het verschil met social media. Daar kun je meteen op reageren. En het is online natuurlijk, een krant tegenwoordig ook. Maar... Nou, wat kun je ook doen? Bankieren, daar weet u alles van op internet. En dit zijn social media. YouTube hebben we al gehad. Hives is er niet meer. Hives, door Hives zijn wij met z'n allen social media gaan gebruiken in Nederland. Sinds december is het er niet meer. Op de hoogtepunt waren er 10, 11 miljoen Nederlanders en Vlamingen die het gebruikten. Enorm veel. En op een bepaald moment vonden een aantal mensen dat het layout was niet meer goed. De ouders zaten er ook op. Een heleboel jongeren verhuisden naar Facebook en de rest kwam ze een beetje achteraan, dat is mijn beeld. En Hives is in december opgehouden. Facebook heeft wereldwijd 1,25 miljard accounts. Dat is enorm veel. Of ze allemaal gebruikt worden actief, weet ik niet. Hè? Maar laat een paar miljoen minder zijn, het is nog steeds heel erg veel. In Nederland volgens mij op dit moment zo rond de 9 miljoen. Dus dat is ook al heel veel. Het kan ook nu alweer gestegen zijn. Toch zeggen ze, jongeren gaan weg. Dan denk ik, ja, tieners, want die hebben dat gezien. Die willen weer wat anders. Die gaan bijvoorbeeld naar Snapchat. Dan kun je foto's maken en die stuur je naar een vriend of vriendin. En die na 20 of 23 seconden is die foto verdwenen. En ik denk dan, oké. Maar goed, jongeren, dat is hun taak, vind ik eigenlijk ook. Die proberen dat. Of ze echt massaal weggaan, weet ik niet. Maar we weten ook niet of Facebook over een aantal jaren bestaat, nog bestaat. Maar dan is er weer iets anders. Want het punt is, die systemen lijken op elkaar. En daardoor kun je het bedienen. Dat zal ik zo laten zien. Twitter, daar hebt u natuurlijk ook van gehoord. Een aantal gebruiken het ook. Waarom met z'n drieën, geloof ik. Twitter is heel actueel en snel. En bijvoorbeeld bij die ramp vorige week met die auto. Haaksbergen. Dat was onmiddellijk op Twitter. Ik zit niet altijd op Twitter, maar ik zag het langskomen. Ik denk dat is wat gebeurt. Heb ik even gekeken en vervolgens dacht, dit is mij even te heftig. Maar het stond er wel op. En net als dat ongeluk in de mist een paar weken geleden in Zeeland. En daar werd ook, zag je ook wat de politie communiceerde en brandweer en noem maar op, de gemeente. En ook zag je dus mensen die zeiden op Twitter, met mij is alles goed, dat soort zaken. Daar wordt Twitter ook voor gebruikt. Bij crisis, overheid, alle journalisten
zitten zelf of via hun redactie op Twitter. Dus als je in een organisatie zit, een vrijwilligersorganisatie, patiëntenorganisatie, iets in de buurt of je werkt nog, en er gebeurt iets, vergeet Twitter niet, want journalisten kunnen dat volgen. Zo bereik je ze. Ik weet dat ik door bij ons in de regio door een paar journalisten word gevolgd. En ik volg hen ook trouwens. Nou, WhatsApp, dat is op telefoon. Het is een app op de telefoon. Dat is niet op de computer. Ja, dat is wel een website van, maar eigenlijk is dit op de telefoon. Wie van u gebruikt dat? En de jongeren in uw omgeving gebruiken het nog meer. Want die zijn constant... Ik dacht een tijd, ze zitten allemaal op Facebook. Nou, op het moment zitten ze allemaal op WhatsApp. En het is in feite sms'en met elkaar. Maar je kunt ook het in een groep doen. Ik heb meegemaakt ook dat met een familielid iets aan de hand was. En zijn vrouw die heeft wel eerst iedereen gewaarschuwd. Gebeld, e-mailtje gestuurd. Een bepaald moment heeft ze een groep gemaakt op WhatsApp. En iedere dag verzond ze een berichtje. Dat bespaarde ons allemaal heel veel energie en we wisten toch wat er aan de hand was. Zo kun je het ook gebruiken. Al van die handige dingen. Skype, dat is dus online bellen met elkaar. Er zijn meer mogelijkheden van. Skype betalen wij ook niks voor. Maar in een groep, als je het met een groep doet, wat ook kan, betaal je er wel wat voor. En er zijn ook een aantal mensen die betalen sowieso nog meer voor, omdat ze wat extra mogelijkheden willen gebruiken. Nou, door die mensen is het dus voor ons gratis. Dat is ook het punt met die advertenties, met name Facebook is daar onbekend. Omdat daar advertenties op staan, daardoor is het voor ons gratis. En we mopperen op die advertenties en ik klik ze ook weg als ze langskomen. Maar daardoor is het gratis, dus je zit een beetje dubbel. LinkedIn is een zakelijk netwerk, laat ik straks heel even zien, portret. En dit is Instagram, dat is ook op je telefoon. Een app, foto's maken en die kun je delen, ook op Instagram. Je kunt ze ook meteen doorzetten naar Facebook en Twitter. En ik merk, ik plaats niet echt veel foto's op Instagram, maar hier kom ik dus heel veel jongeren tegen. En dit wil ik ook nog even vertellen, een blog. Een blog, is vroeger heette dat weblog. Dat is een, zeg maar, te vergelijken met een column in een krant. En zo'n blog, wat zegt u? Iets harder praten, oké. Een blog is dus te vergelijken met een column in een krant. En daar kun je op reageren. Dat is dus wat anders dan de platte website. Op een blog kun je reageren. En dat, ook dat kan interessant zijn voor organisaties die vertellen wat ze doen. Maar je moet het wel bijhouden. Want een blog van een jaar geleden, dat heeft geen zin meer. Dit heb ik net verteld. Wat zijn social media? Het is online, hè? Het woord dat kennen we nu ondertussen wel. Het is delen, praten, communiceren. En ik lees het even voor mensen achterin het wat moeilijk kunnen zien. Het is tweerichtingsverkeer. Nou is natuurlijk het tweede, als je het over social media hebt, privacy. Hier verwijs ik heel graag even naar andere workshops vandaag. Maar ook naar hoofdstuk 7 in mijn boek. Daar behandel ik privacy. En waar het op neerkomt is, gebruik je verstand. Als jij je niet prettig voelt bij iets wat je toegestuurd krijgt in een mail, daarvan weten we al, let op, niet op klikken. En dat geldt eigenlijk ook bij social media. Als jij denkt, wat is hier aan de hand? Wie is dat die met mij een vriendje wil worden op Facebook? Ik ken hem niet. Denk na, vraag informatie. Want er zijn mensen die willen je geld hebben of andere dingen. Het is gewoon zo. Maar aan de andere kant, alles wat op internet staat, wordt in principe door jou geplaatst of mensen met wie jij te maken hebt. Ik zit al vanaf december 95 op internet en ben van het begin af aan voorzichtig geweest, nagedacht, er staat ontzettend veel op, maar wij spreken allemaal door mij goedgekeurd. En dat is ook het bericht aan veel mensen, let na wat voor foto's je zet op Facebook. Ook dat leuke kleinkind in het zwembadje zonder zwembroekje aan. Doe het niet, zeg ik. Let op. Daar zijn we ons de laatste jaren bewust van geworden. Er zijn gewoon mensen die maken daar op vele manieren misbruik van. En dat is gewoon zo. Maar ik benadruk vooral de leuke kanten. Want ze kunnen allemaal goed nadenken of je wel, wat je wel of niet wilt. En de prettigheid vind ik nog altijd belangrijker dan de negatieve dingen. U wilde wat vragen? Ja. Vragen over LinkedIn.
Ik kreeg steeds verzoeken om mijn adresboek, mijn contactpersonen te delen. En dat doe ik dan niet, maar dan kom ik ook niet veel verder. U hebt een account op LinkedIn? Ik heb een account. Ja, ik doe er niet veel aan, maar ik heb wel een account. Nee, maar dit is een vraag. Als u dat doet, dan worden alle contacten die u aanvinkt, die krijgen een uitnodiging om ook op LinkedIn te gaan. Dus dat moet u niet doen, want er kunnen mensen bij zijn die zitten niet op LinkedIn. Ja. En als zij er niks mee doen, krijgen ze waarschijnlijk automatisch een week later nog eens zo'n bericht. Dat doet Facebook ook. Maar je dus, komt niet verder. Dat begrijp ik dus niet helemaal. Waarom je kunt niet die verder. Profielen dan van die mensen niet zien die je steeds worden aangeboden. Of sommige mensen vragen of je. Of die vragen iets van je. En dat zijn mensen die je wel kent. Blijkbaar kan men dat in je e-mail zien. En dan willen ze je promoten of iets dergelijks. Het heeft een Engels woord, ik weet niet wat het is. Maar dan willen ze je opwaarderen. En nou ja, je komt daar niet verder mee. Ik stel voor dat we straks even de pauze over hebben. Want ik denk dat ik u wel kan helpen. Maar dat voert nu even te ver. Want ik denk dat het wel goed is. Maar er zijn mensen die er misbruik van maken. Maar er kan ook wel eens iets fout gaan. LinkedIn is op het moment heel veel aan het vernieuwen. En er zitten bugs in, zoals ze het noemen. Ja, bugs. Ik ga even door met de overeenkomsten waar ik het net over had. De bovenbalk, de menubalk, lijkt op elkaar. Dus overal een zoekfunctie, instellingen en ook de bediening lijkt op elkaar. Oh, wat doe ik nou? Ik denk druk nog eens, ja. Waarschijnlijk eronder op gedrukt. Ja, dan gaat hij op zwart. Dat zie ik nou ook. Goed, weer wat geleerd. Dit zijn stukjes van die bovenbalken. Die zijn niet voor niks ongeveer even groot, omdat ze allemaal bovenaan het scherm staan. Dus ik heb dat ook zo gedaan. Maar ze lijken op elkaar. Dit is de zoekfunctie. Zoeken, zoeken, zoeken. Net als op websites. Als je hier op het logo drukt van Facebook, LinkedIn, hier staat startpagina bij Twitter. En Google Plus, dat is ook een social medium, ga je altijd terug naar het hoofdmenu, naar de homepage, de startpagina. Net als op een website. Dus als je een keer weg kwijt bent, ga je daar naartoe. Bij Facebook kun je het ook hier doen. Dus dat zijn al twee dingen die op elkaar lijken. Als je er een beetje aan gewend bent, zie je nog meer dingen die erop lijken. Want je kunt overal updates plaatsen, of een post of een tweet. Allemaal verschillende woorden. Het is dus altijd wat bij aan doen. Zet er een foto bij. Dan kun je dus mensen vertellen wat je doet. Het is overal mogelijk. Want het zijn social media. Dus je deelt. De instellingen vind je ook op dezelfde plek. En dat is bijvoorbeeld je wachtwoord zit eronder. Foto en wat privacy instellingen. Dat is hier bij Google Plus onder het fotootje. Bij LinkedIn ook. Bij Twitter zit het onder het tandwieltje. En bij Facebook zit het onder een heel klein onzichtbaar driehoekje. Maar blijkbaar snapt iedereen dat. Want het staat er nog steeds. Dus als je dit opentrekt, kun je hier drukken op instellingen. En dan kun je dus ook instellen welke meldingen je in je e-mail wilt hebben. Dit zijn applicaties. Dit staat niet in mijn boek, want dit is zo gegroeid. Met name de telefoons nemen erg toe. De iPad is bij senioren heel populair, maar ook de tablet van bijvoorbeeld Samsung. En je ziet dat hier ook een bovenbalk is. En hier staat dit in de rechterkant en dat staat ook wel eens in de linkerkant. Een wezen is daar ook weer hetzelfde. En dit is een foto van mijn telefoon. En daar heb ik een bericht meteen gedeeld. SBOG, Samenwerkende Bonden voor Ouderen, heeft een link gedeeld. Namelijk, aantal dode fietsers neemt af, aantal gewonden stijgt. En dat denk ik, of dat weet ik wel zeker, dat komt onder andere door die snelle fietsen. Waardoor ik denk van, ik ben toch niet zo langzaam. Waarom? Die duidelijk oudere mensen halen mij ineens in. Maar dat is dus door die fietsen. Maar daar, de SBOG deelt dus dat artikel daarover. Nou, als ik daarop druk, kom ik bij Metro Nieuws en dan kan ik verder lezen. En op die manier haal ik mijn informatie, bijvoorbeeld van Facebook en Twitter, via de links die erin staan. En dat is interessant. Althans, ik vind het interessant. Nou, Facebook, je vindt er vrienden, je vindt er familie terug.
Ik heb via Facebook meer contact met een neef van mij in het zuiden en een nicht van mij van een andere tak van de familie in Zaandam. Die nicht die komt ook terug in mijn boek, dat is Tina. Want die is 2 jaar geleden op Facebook gegaan en zei eerder, ze is 74. En ik zei, waarom ben je er nu pas op? Want ze zit al heel lang op internet. Toen zei ze, ja, ik dacht dat ik daar niemand kende. Nou, dat blijkt heel erg mee te vallen. Niet alleen haar iets jongere broer en een veel oudere neef van ons zit erop, maar ook allerlei andere mensen vinden elkaar terug. Niet iedereen wil dat, hè? Dat snap ik. Maar als je het wilt, je kunt er foto's op delen, informatie delen en vinden. En ook dit is heel leuk. Ontzettend leuke filmpjes worden gedeeld. Veel van YouTube natuurlijk. En je kunt ook in discussies belanden op verschillende manieren. Ik heb een paar voorbeelden. Natuurlijk weer Amsterdam. Ik denk, nou, daar zijn we toch. Het is dus niet alleen de website, maar ook dit. Amsterdam zit ook op andere social media. En als je dit ziet staan, dat duimpje vind ik leuk, dan weet je dat je op een pagina zit. Dus niet op een profiel van iemand, maar op een pagina van een bedrijf, een overheid of een groep. Nou, Amsterdam die zegt iets over de Nieuwbouwprijs 2014. En als je dat leuk vindt, ga je verder lezen. Dit is de musical van André Hazes, hij gelooft in mij. En vorige week heb ik dit fotootje gemaakt. Daar staat veel aandacht voor André Hazes vandaag. De dag waarop hij 10 jaar geleden is dat hij stierf. Ze zijn dus actief erin om dat te plaatsen. En heel veel mensen vinden dat leuk. Op het moment dat ik het maakte, waren er 97 personen die het leuk vonden. Niet dat André dood is natuurlijk, maar dat het herdacht werd. Dat is een beetje dubieus altijd bij Facebook. Ja, wat doe je nou eigenlijk? Maar dat snappen we in dit geval wel. En allerlei mensen reageren erop. Hè? Dit is een groep van de nierpatiëntenvereniging. Dus je hebt eigen of privéprofielen. Je hebt pagina's en groepen, kun je ook maken. Groepen kun je voor alles maken, zo'n vergadergroep of een afdeling. Maar ook bijvoorbeeld patiëntenorganisaties. Er zitten ontzettend veel patiëntenorganisaties op Facebook. Niet alleen de grote die heel actief zijn, maar ook de zeldzame aandoeningen. Want ik doe daar nog wel eens wat mee. En Facebook is echt een plek van elkaar vinden. Dit is, en ik heb ooit bij een nierpatiëntenvereniging een workshop gegeven. Dus daardoor weet ik daar wat meer van. Ze hebben een openbare groep. Waarom? Omdat ze ook de familieleden van nierpatiënten willen bereiken en mee laten lezen. Je kunt naar de website, je kunt ook hier naartoe. Als je toch op Facebook zit, waarom dan niet? En hier kun je veel makkelijker vragen stellen. Dit, dat kunt u niet zien, maar hier staat een slotje. Het is een besloten groep. Daar komen wij dus niet in. Het is voor de jonge nierpatiënten. En dat zijn ze gestart omdat veel jongeren niet willen dat hun klasgenoten, vrienden, docenten weten dat zij nierpatiënt zijn. Maar ze willen wel contact met elkaar. Nou, dat kan op allerlei manieren. En ook via Facebook. Dus op die manier kun je daarmee omgaan. Ga ik te snel, want ik zie hier staan snel. Het is een goed tempo? Oké. Okay. Twitter. Het is niet alleen snel, het is ook heel actueel. Die voorbeelden noemde ik net. En het is maximaal, je moet berichten maken, tweets in maximaal 140 tekens, inclusief je naam. Dus even wennen, maar na een tijd heb je dat door. En wat ook belangrijk is, Twitter heeft echt, ik noem ze maar bijzondere termen. Nou, een hekje is geen term, maar bijzondere dingen gebeuren er. Een hekje of een hashtag, dat samen is eigenlijk waarop je op Twitter ook kunt zoeken. Het loopt door elkaar heen. Want de Engelse vertaling van hekje is niet hashtag. Maar wij zeggen in Nederland hashtag bijvoorbeeld DWDD, de wereld draait door. Terwijl eigenlijk dat hele woord hekje, maar goed. Het gaat erom dat u het begrijpt. Ik zoek wel eens op hashtag Wageningen, dus hekje Wageningen. Dan vermijd ik al die studenten die zeggen ik sta nu op station Ede-Wageningen, want dat is heel interessant, maar wil ik niet weten. Maar hashtag Wageningen kwam ik dus een artikel tegen via de Gelderlander dat de nieuwe Google auto die zonder chauffeur rijdt, die gaat volgend jaar of het jaar daarna rijden tussen station Ede en de campus van de Universiteit in Wageningen. Nou, dat zet ik weer op Twitter en ook op Facebook. En ik, met name op Facebook zie ik dat mensen die mij daar volgen, dat heel erg leuk vinden. En een paar hebben het ook gedeeld.
Want dat is ander nieuws dan je eigenlijk verwacht. En dat is geen reclame voor mijn bedrijf, want anders moet ik daar op letten. Maar dat, zo werkt dat. Dus let maar eens op tv. Hashtag Nieuwsuur is er ook. Een tweet, het begrip kent u wel. De DM is een afkorting voor direct message. In Nederland, in het Nederlands heet dat gewoon onmiddellijk privébericht. Maar dat is te lang voor Twitter. Dus zegt iedereen of iemand, stuur me even een DM, een direct message. En ja, dat zijn termen die moet je dan weten. Net zoals dit. RT is een retweet. En je kunt tweets doorsturen. Retweet. Ik heb ook hier wat voorbeelden. Nationaal Ouderenfonds. En dan zie je dus de foto, het logo. Hier is een directe link naar de website. Hier zegt Twitter aan mij van misschien moet je ook hun eens volgen. Want Twitter komt ook meteen met suggesties, net als Facebook en LinkedIn en andere. Hier zie je de trends waar ook wel eens over wordt gepraat. Nou, trending in trending topics, die kun je ook hier terugvinden. Maar goed, hier gaat het erom. Het Nationaal Ouderenfonds heeft geretweet. Dat schrijven ze dus voluit. Net als googelen is dit ook een nieuw woord, geretweet. Een bericht van Manon Verheij over een schenking van nieuwe activiteiten materiaal van het Nationaal Ouderenfonds. Nou, dat is leuk. En natuurlijk, het Nationaal Ouderenfonds retweet dat. ABN AMRO staat er ook op. En het is heel toevallig, ik was er niet op uit, maar toen ik hier een foto maakte, toen zag ik dus hoe ABN AMRO omgaat met de klanten. Dat heet eigenlijk webcare, de zorg om het web. Want ABN AMRO reageert namelijk, dat doen lang niet alle bedrijven, maar ABN AMRO wel. In dit geval is de naam van iemand en er wordt gezegd, dat klinkt niet zoals het hoort, wat is precies de situatie, waardoor het niet werkt, ik help je graag verder. Nou, zo moet je reageren. En dat is meteen goed. Er zijn bedrijven die reageren helemaal niet op Twitter, omdat ze denken, wij lezen dat niet. Ja, maar de klanten wel. Dus ABN AMRO doet dat goed. SeniorWeb. Interessant, belangrijk. Die zitten natuurlijk ook, net als ABN AMRO en de anderen, ook op Facebook en allerlei andere. SeniorWeb, een computerhulp met een hele goede website. En verzorgen ook cursussen, ook online. Ze geven ook boeken uit. Echt de moeite waard om eens te kijken of dat interessant voor je is. SeniorWeb. LinkedIn. Laat ik heel even zien. Ja, ik zit even te kijken naar de tijd van een half uur. Want ik moet na een half uur moet ik echt acuut stoppen. Dus dan wil ik wel het belangrijkste verteld hebben. Het is een zakelijk netwerk. Er zitten ook heel veel werkzoekenden op. Want wat is de situatie nou? Als je werk zoekt, moet je een goed profiel hebben op LinkedIn. Want die nieuwe baas van je, of die personeelsmedewerker, die gaat naar LinkedIn. Geldt niet voor alle beroepen, moet ik zeggen. Maar wel voor heel veel. En je hebt er ook groepen. En je kunt er ook mensen vinden. En dat is in feite precies hetzelfde. Dit is een foto van mijn neef, Fred. Fred werkt bij SciTech Services in Geleen. Kun je een beetje hier aan zien, want hij doet alles, schrijft wat hij doet, alles onder elkaar in het Engels. Hij heeft toch een baan. Maar dan zijn zijn internationale contacten weten. In ieder geval hebben we wat meer informatie. Maar wat doet hij ook? Hij is burgerraadslid voor de oudere partij. En met die header, met die professionele titel, wil hij ook gevonden worden. Dit is namelijk op LinkedIn, ik noem het altijd de pitch, de eerste indruk. Goede foto, goede samenvatting. Dat mensen meteen weten wie je bent en wat je doet. Ik heb ook bij LinkedIn even gekeken naar een zoekwoord, bijvoorbeeld lokale omroep. Dat sla ik nu verder over, maar mensen die op LinkedIn zitten, die weten dat ook. En als jullie meer willen weten, kunnen we straks even wat napraten. Pinterest. Dat vertelde ik. Ik vind het Pinterest heel erg leuk. Het is pinnen van je interesse, zeg maar het op een prikbord prikken van wat jij leuk vindt. En het is heel makkelijk te doen en het is ook heel visueel. En het is heel erg populair bij vrouwen. En in Engeland is het heel erg populair bij mannen. En waarom, weet ik niet. Misschien staan daar meer auto's op. Maar het is begonnen ook onder andere met bruidskleren en dat soort zaken. Nou, dat is niet iets wat mannen per definitie interesseert. Helemaal niet. Maar ook als je hier, ik zal even wat oplezen.
Maar je ziet, wacht, ik moet even wat vertellen. Dit is dus de bovenbalk. Ook hier weer aan de linkerkant de zoekfunctie. Pinterest heeft de homepage in het midden staan. En hier staan mijn profiel, maar heel overzichtelijk. En hier kun je aanzien, er staat een 2 in, dat er dus 2 mensen iets met een pin van mij gedaan hebben. Of gerepint, of leuk gevonden, of wat dan ook. En als je dit zal openklikken op mijn PC, dan kan ik zien wat daar gebeurt. Maar die mededeling heb ik ook in de e-mail gekregen. Hier zijn ontzettend veel onderwerpen, auto's, fotografie, reizen, tatoeages zelfs. Maar ook dieren. Het is dierendag. Dus heb ik hierop gedrukt. En dan zie ik deze foto's. Stel je nou voor dat ik... Ik kan dus ook op zoek gaan, hè, naar dieren, maar ik kan ook onderwerp kiezen. Stel je nou voor dat ik een bord heb met olifanten, wat ik niet heb, maar stel je voor. Dan pin ik daarop, er komt hier een dingetje te staan. Ik klik erop, ik bepaal op welk van mijn borden het komt. Ik zet er iets bij en klaar is Kees. Zo simpel. En op die manier vinden mensen elkaar dus. En wisselen ook informatie aan elkaar uit. En ook hobby's, dat is natuurlijk heel erg leuk. Mensen die naar tuinen gaan kijken, naar inrichtingen van huizen en dergelijke. Mijn kapster zit erop, want die zoekt daar modellen. Of ze het nu nog doet, weet ik niet, maar een half jaar geleden wel. Want toen had ik het dat verteld, is misschien leuk voor je. Ja, zegt ze, zit er nu echt iedere dag wel op om te kijken. Dus professioneel kijken naar modellen. Want wie zitten daar ook op? Allerlei mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En Facebook is daar weer net te ingewikkeld voor. Nou, social media, wat kun je ermee? Ik heb al een heleboel verteld. Informatie zoeken. Vergeet niet dat je ook heel veel informatie van muziek en geschiedenis of je eigen streek kunt vinden. En je kunt er ook allerlei mensen ontmoeten die een beetje uit oog bent verloren, als je dat wilt. Maar wat heb je eraan? Afgezien van die privacy, hè, je moet altijd goed nadenken. Wat wil ik ermee? En voel ik me wel veilig mee, het thema? Het is ook echt leuk. Voor ouderen is het heel goed te beseffen, social media gaan niet weg, die blijven. De vorm zal anders zijn. Wel, wat weten we niet, WhatsApp wisten we een paar jaar geleden ook niet dat dat zo populair zou komen. Maar het verbreedt wel je horizon, je krijgt nieuwe mogelijkheden. En ja, nut of noodzaak. Ik denk, als je weet dat het niet blijft, er zijn nog steeds mensen heel gelukkig zonder computer, zonder internet. Mag. Maar die missen dus de informatie die wij vinden op internet. En via social media, dat is erbij gekomen op internet, vind je dus ook nieuwe informatie. Als je weet dat de overheid over een paar jaar digitaal is, is het handig dat je daar toch mee te bemoeien. Dus noodzaak, het hoeft niet. Ik doe weer hetzelfde als er straks. En... maar ik heb wel wat aanbevelingen. Zoals je nog niet bedreven bent op internet en dat apparaat ook nog niet kent, zorg dat je dat eerst leert kennen. Er zijn computercursussen, iPad-cursussen. Maar ook internet, snap waar het over gaat en kies dan 1 of 2 social media. En niet alles tegelijk, want dan wordt het echt te veel. En ga dan oefenen en bepaal zelf wat je ermee doet. Ik weet dat het heel erg veel is. Bedrijven zeg ik altijd, maak een plan. Dat zeg ik jullie ook, maak een plan. Dat hoef je niet helemaal uit te schrijven, maar stel voor jezelf vast, wanneer ga ik ermee beginnen? Niet over 2 maanden, want dan doe je het niet meer. Dat weet ik ook. En doe het stap voor stap. Neem er tijd voor. En reserveer bij wijze van spreken tijd in je agenda. Je kunt ook hulp inschakelen. Senior Web, mijn boek. Student aan huis. Ken ik misschien ook. En zo zijn er nog veel en veel en veel meer hulpzaken te vinden. Computercursussen en dergelijke worden ook gegeven bij bibliotheken, volksuniversiteiten. In buurthuizen worden ze gegeven. Oudere bonden houden zich er wel eens mee bezig. Dus oriënteer je. Maar ook YouTube. Ik heb hier opgezocht hoe werkt een iPad. En ik krijg 50.000 resultaten. Heel veel bagger natuurlijk, maar ze beginnen met de belangrijkste. En ook bijvoorbeeld heb ik opgezocht, wat is een lipdub? Ik weet niet of je weet wat het is, maar dat is een groep die gaat meezingen met een liedje. En eentje begint, het is playback, en op het eind zingt iedereen echt mee. Er zijn heel veel voorbeelden van. En ik heb hier het voorbeeld gevonden van de Stichting Clinic Clowns. Die zie je hier zingen en dansen. De pauze hebben we daar straks nog even gedraaid. Dat is ook op social media hulp te vinden. In Facebook bijvoorbeeld is een helpcentrum.
ook in Twitter, alle social media hebben filmpjes over hun eigen platform, die je ook op YouTube terugvindt, maar ook op hun eigen platform. En je kunt vragen stellen. Dus bijvoorbeeld, straks heb ik met iemand even gezocht in Facebook, hoe maak je een pagina? Nou, dat typ je in en Facebook zegt je hoe je een pagina kunt maken. Dus je kunt heel veel zelf. In mijn boek, bijlage 3, staan termen en afkortingen, dus ook die hashtag en dergelijke. En ik ben bijna aan het eind. We doen straks nog even LinkedIn. En u hebt nog een vraag, of niet? Nee. De microfoon. U bent bijna aan het eind. Wat ja. Ik heb niet heb gemerkt, identiteitsfraude is heel erg belangrijk op dit moment in de maatschappij. Identiteitsfraude? Ja. En dat mensen dus wel goed opletten wat ze van zich op... Ik ben op Facebook. Ik had geen foto geplaatst. En op een dag moet ik open en ineens zie ik een foto van me daar staan. Van een receptie. Een schouder op. En ik kreeg ineens door, oh ja, de maffiabaas is terug. En ik heb het niet gedaan. En dat vind ik heel, heel erg. Maar dat is op uw eigen pagina. Dat is niet uw eigen foto, hè? Het is mijn foto. Ja, maar niet de profielfoto, maar op in het bericht. Nee, profielfoto. Profielfoto. Mijn profielfoto. Dat is... Dan heeft absoluut... En ze hebben kans gezien om degene wiens gezicht op mijn schouder rusten, om die nog weg te knippen. Daarom, ik moet toegeven, ik ben een doodeerlijk mens. Maar mijn gegevens die daar staan, ik ben op een heel andere datum geboren. Wat hebt u ermee gedaan? Wat ik ermee heb gedaan? Ja? Ik heb hem laten staan, want ik ben het wel. Maar kijk, een algemene tip, wachtwoord veranderen. Wachtwoord veranderen. Ja, maar niemand kende mijn wachtwoord toen dit gedaan is. Ja, maar degene die dit heeft gedaan is er wel achter gekomen. En ook altijd even Facebook waarschuwen. Oh, oké. Okay. Ik had van de week een voorbeeld van iemand die zei van mijn dochter, dat wordt ook geplaatst, er werd op Facebook gezegd van, ik zit in Engeland, ik heb geen geld, stuur me even wat geld op. Dat was niet door haar gedaan. En dat gebeurt. Dus in dat geval heb ik aangeraden, natuurlijk alles even wissen, mensen waarschuwen. Meld het bij fraudehelpdesk.nl. En in dat geval zei ik, ga even naar de politie, doe aangifte. Ja, natuurlijk, regelmatig je wachtwoord een beetje veranderen. Wachtwoord veranderen, dat soort zaken. Ja, okay. En alert blijven. Oké. Okay. Ik mis eigenlijk Yahoo. En waarom mist u dat? Nou, het komt niet voor in het hele overzicht. Ja, dit is een deel. Ik heb hier gepakt wat in Nederland het meest gebruikt is. Yahoo is een zoekmachine. Vroeger waren er heel veel groepen. Die bestaan nog. Ik ken ook iemand die echt nog van die groepen gebruik maakt al meer dan 15 jaar. En Yahoo heeft er een aantal overgenomen. Dus het kan goed zijn dat Yahoo bekender wordt. Dus zo raar is uw opmerking helemaal niet. Alleen ik heb het even weggelaten. Want er zijn er nog meer. Oké, dan denk ik dat ik het hierbij afsluit. En ik dank je voor uw aandacht en heel veel plezier bij de volgende workshops. Goedemiddag allemaal, ik ben Laurens van der Kleij, productmanager Veilig Bankieren. En ik ga u vandaag iets vertellen over Veilig Bankieren. En eigenlijk voornamelijk over phishing, heel veel over phishing. U ziet hier het programma voor vandaag. De ervaring leert dat de derde bullet, wat doet ABN en de 5 veiligheidsregels, dat we dat niet gaan halen qua tijd. Dus ik ga voornamelijk iets vertellen over phishing. Nou, wat is nou mijn doel vandaag? Mijn doel voor vandaag is, als u naar buiten loopt, dat u weet wat is phishing. Wat moet ik wel doen en wat moet ik vooral niet doen? En ik heb nog een ander doel, dat u al die tips en tricks aan de hele familie, de hele buurt, de straat, de tennisclub, noem maar op, vertelt. Want dan kunt u mij helpen om dit soort criminaliteit tegen te gaan. Nou, dat is eigenlijk mijn doel voor vandaag. Een beetje hier staan, anders sta ik voor de box. Eigenlijk cybercam. Wat is nou phishing en wat is nou malware? Malware is eigenlijk de virusvariant. Die gaan we vandaag niet behandelen, maar is eigenlijk een virus specifiek geschreven om geld van die rekening af te halen. Phishing is eigenlijk in goed Nederlands gewoon het vissen naar uw gegevens. Criminelen willen graag uw naam weten, uw geboortedatum, uw straat en nummer, maar liefst ook uw pas, uw rekeningnummer en uw pincode. Nou, hoe werkt dat nou? Dit is een netmail, die zult u wel eens gezien hebben. Die ziet er eigenlijk heel slecht uit. Hij is helemaal niet opgemaakt, want dit hoort bij mijn presentatie.
Het is lang geschreven tekst, lange zinnen. Nou, wat ik al zei, hij ziet er niet heel mooi uit. Het internetadres in het blauw is ook verschrikkelijk lang. Er staan ook rare tekens in waarvan u al kunt denken van nou, dit zal wel niet helemaal kloppen. En hopelijk gooit u hem ook allemaal weg. Dit is ook een nepmail. Nou, deze is al een stuk beter. Het logo van ABN AMRO staat bovenin. U ziet het plaatje van bankmail. En bankmail is de mail die u van de bank krijgt in internetbankieren als u bent ingelogd. De zogenaamde beveiligde omgeving. Dus als u nou deze mail op uw huisadres zou krijgen, dan weet u al dat u hem gelijk kunt weggooien. Want we zenden hem nooit naar uw huisadres. Nou, als u nou verder kijkt, ziet u dat het eigenlijk een hele begrijpelijke taal geschreven is. Makkelijk leesbaar. Goed Nederlands. En ze zijn ook slim, want het gaat over een beveiligingsupdate. Dat er ongeveer, moet ik even kijken, hier zit mijn muis. Vanaf hier al wordt er verteld wat u gaat zien. Er staat wanneer u dit eenmaal heeft gedaan, de update. Dan wordt u doorgelinkt naar onze servicepagina. En als u daar terecht op komt, dan weet u zeker dat dit proces gelukt is. En als u nou in de veronderstelling bent dat dit van de bank is, dan weet u dus al, u komt naar de servicepagina en denkt, ah, dat hebben ze al aangekondigd, dus dat klopt. Dus het zal wel gelukt zijn. En u gooit de mail weg en u bent klaar. Dus nog een ding, het adres hier. Hier staat www.abnamro.nl en dat is ons adres. Hier hebben ze bijgezet login en identificatiecode om het een beetje te laten lijken op inloggen en identificatiecode. Nou, zult u zeggen, hoe kan dat nou dat daar het adres van ABN AMRO staat? Ik heb dit voorbeeld genomen, is de site van Albert Heijn. Het is de echte site, er is over niks mis mee, maar is gewoon als voorbeeld. En daar heb ik deze link onder gezet. Stel nou, ik zou je een netmail sturen met erin dit adres en een geweldige bonusaanbieding. En u denkt, nou, die wil ik wel hebben. Ik klik er eens op. Dan moet ik weer mijn muis even zoeken. U klikt erop. En waar gaat u naartoe? Naar de site van de concurrent. Want daar wil ik u eigenlijk hebben, want ik ben van de Jumbo. Als voorbeeld. Gelukkig ziet u dat snel, want Jumbo heeft een gele site en Albert Heijn heeft een blauwe site. En hier even klikken. Nou, hoe kan het nou dat u bijvoorbeeld hier gewoon alleen albertheijn.nl ziet staan? Heel makkelijk, als u zelf in uw tekstprogramma bent of u bent een PowerPoint, kunt u dat zelf gewoon maken. Want dit programmaatje zegt, waar wil je naartoe? Welk adres? Nou, Jumbo Supermarkt heb ik erin gezet. En hier is wat ik u wil laten geloven waar u naartoe gaat. Ik had hier dus bijvoorbeeld ook van kunnen neerzetten. Een gezellig dagje uit in Scheveningen. Nou, misschien is dat uw interesse, klikt u erop. Dus nogmaals even laten zien, dit is wat u ziet, maar wat ik er kan neerzetten, dit is waar u naartoe gaat. En zo makkelijk is het eigenlijk. Nou, hoe werkt het dan, het phishing? Stel, u krijgt zo'n mail binnen, u denkt deze is van de bank en ik klik erop. Eigenlijk vrij simpel. U komt op onze site en daar staat controleer of het slotje in uw browser aanwezig is en of u verbinding hebt met ABN AMRO. Vervolgens kijkt u en denkt u, kan dat nou? Hele andere site. Want het adres hier gaat naar een hele andere site dan die van ABN. Maar je hebt ook geen slotje? Nee, en dat hebben ze echt heel sluw gedaan. Want dit is geen slotje, maar wel het logo. Dus stel, u denkt, ik ga even snel internetbankieren. U ziet die code, u kijkt uit uw ooghoek even omhoog. U denkt, ABN, het zal wel goed zijn. En u gaat door. Controleer daarom altijd inderdaad of hier het slotje staat. Ik zal zo een voorbeeld laten zien nog. Dan weet u al dat u iets verder bent. Daarnaast is ook dit weer een sluwe truc, want u doet het namelijk zo vaak, internetbankieren, dat het gewoon een automatische handeling wordt. U weet waar u moet kijken, namelijk de code. Grote rode cijfers, daar bent u op gericht. U vult de code in, gaat door. Ziet u nou wat er nog meer niet klopt aan deze site? Ja, dit. Ja. Dit vragen we helemaal niet. Maar het is eigenlijk in hetzelfde lettertype, de kleur is iets anders. Voer uw PIN in. Voer uw geboortedatum in en voer uw telefoonnummer in. De PIN gaan we u nooit vragen, is geheim. Geboortedatum weten we al en we weten al zeker hoe u heet. Dus dat zijn wel de verschillen, die zullen we echt niet vragen. Ja. Wat ook nog een belangrijke tip die ik kort geleden van Mastercard kreeg. Ik zat in het buitenland, kreeg een e-mail die er zo echt uitzag dat ik bijna ben gaan invullen, maar ik belde naar Mastercard in Nederland. En die zei toen,
Er staat boven geachte klant. Ja. Daar moet, als wij u iets sturen, staat er geachte met uw achternaam. Heel goed. Dat vond ik een hele waardevolle tip. Ja. Er staat nooit geachte klant boven. Even kijken, we gaan dan is die vals. Heel scherp opgemerkt. Dat vond ik een hele zinnige tip. Ik kan het u laten zien. Dit is de slechte, hè? Zelfs daar staat geachte relatie. Ja. En hier staat geachte klant. Ja, en klopt, daar hoort dus je naam te staan. Ja, want wij weten hoe u heet als we u een mail sturen. Dat klopt. Ja. Maar ben je nou niet gevrijwaard van alles wanneer dat slotje er zit? Ik kijk alleen maar naar het slotje, dan ga ik alles doen. En als het slotje, dat er niet zit. En dan zegt u het slotje. Ik zal even, moet ik even schakelen hier. Ja, dat is het enige waar ik naar kijk. Waar is die? Als je inlogt, krijg je een slot. Het nadeel is dat als u voor het Internet Explorer gebruikt, dat het slotje niet altijd hetzelfde is. Dat ligt een beetje aan de versie. Je ziet hier al. 7 en 8 zit het slotje hier. Ja. 9, 10 en 11 ziet het slotje er zo uit. Ja. En 10 en 11 nieuwe stel ziet het er zo uit. En helaas hebben ze dat nooit allemaal gelijk gemaakt. Maar u heeft wel een goed punt. U kijkt naar het slotje, klikt op het slotje en dan ziet u een certificaat tevoorschijn komen wat van ABN AMRO is. Heeft u bijvoorbeeld Safari voor Macintosh, dan ziet u hem zo of zo. Dus er zijn nog wel wat manieren. Ja. Maar controleer het inderdaad, dat klopt. Maar dat is ook het enige wat ik controleer, want dan denk ik, zal het wel goed zijn. Verder kijk ik nergens naar, niet naar klant of naar... Nou, even kijken waar die was. Ik kan dan het slotje namaken. Ja, nou wat ik u net liet zien, als u op die link klikt, dan komt hij ergens anders terecht. Dus een van de tips die ik altijd geef is, ga bovenin naar uw browser, of het nou van Safari is of van Internet Explorer en toets het zelf in. Want als u hier gewoon AH of blokker.nl of ABN AMRO intoetst, dan weet u namelijk zeker dat u gewoon op de goede site terechtkomt. Dat is al één. Dus niet via een link, altijd zelf intoetsen. Maar als je je dus afmeldt voor een bepaalde site, wat ik vorige week heb gedaan, waar ik er ellenlange reclames van kreeg en helemaal onderin zat met zo'n klein netjes afmelden, dat heb ik gedaan, dan krijg ik dus van hele andere mensen een brief dat er nooit nieuwsbrieven van hun verstuurd worden. Dat heb ik tot 3 keer toe gedaan. En dat zal wel zijn dat ik op een hele andere site zit dan waarvan ik denk dat ik zit. Dus ik meld me af bij iemand die mij nooit nieuwsbrieven heeft gestuurd. Hoe dat nou? Dat durf ik ook niet over te zeggen. Nee, hoe dat zit. Nee. Ook heel apart. Ja. Ja. Oh, opletten dus. Even kijken, hier waren we gebleven. Nou, hoe werkt phishing dan? Stel, u bent erin getrapt, u heeft die gegevens afgegeven, want u denkt dat u op de site van ABN AMRO komt. Na ongeveer 3 tot 6 maanden wordt u gebeld door een vriendelijke dame van de bank. Wat geen dame van de bank is. Ongetwijfeld komt ze vriendelijk over, het is ook echt wel een dame. Maar ze hoort gewoon bij een criminele organisatie. Die belt u op en u neemt niet vermoedens de telefoon op. En die mevrouw begint met u een gesprekje van ik bel u voor die beveiligingsupdate of ik bel u omdat er een overboeking bijvoorbeeld niet goed is gegaan. En ze zegt, voordat ik verder met u ga, wil ik enkele gegevens van u controleren. De verificatie. En u hoort uw adres, uw geboortedatum, uw rekeningnummer, uw pasnummer, soms uw pincode. En u denkt, nou ja, dat moet de bank wel zijn, want wie weet nou die gegevens, behalve ikzelf, behalve de bank. Heel veel mensen denken dus, dat is de bank. Het gesprek gaat verder en ze zegt, van, nou, ik kan u helpen die overboeking ongedaan te maken. Of ik kan u helpen met die beveiligingsupdate. En daarvoor heb ik uw codes nodig. En dat zijn de codes van de identifier. De identifier is dat kastje waar u pas in stopt en de code intoetst om verder te kunnen gaan. Stel nou dat u die codes afgeeft, omdat u denkt dat u echt inderdaad met de bank aan de telefoon zit. En u zit dan niet zelf op internet, hè? U zit gewoon thuis op de bank aan de telefoon. U geeft de eerste code af. Sorry. De crimineel opent internetbankieren van ABN AMRO. Heeft uw rekeningnummer, heeft uw pincode. Kan dus al 1 schermpje verder en heeft dan de code van internetbankieren nodig. Ja, die heeft u net dus al gegeven. Dus op zijn scherm vult u hem hierin. Komt er een stuk verder. Hij kan nog geen geld overboeken. Hij zet al wel een betaling klaar voor zeg 5000 euro naar een ander rekeningnummer. Op dat moment zegt die vriendelijke dame van, pardon mevrouw meneer, er is iets niet goed gegaan, een storing. We hebben nog een keer uw code nodig. U denkt, ja, ik wil ze graag helpen. Dus ik geef nog een keer die code. Op dat moment geeft u de tweede code, is het geld weg. Het gaat direct naar een vriendje, een katvanger zogenaamd. Pardon, ik ga een slokje water nemen. En die katvanger neemt het direct op. Het geld is dan direct weg. Belangrijk in dit verhaal is dus dat we dus echt nooit via de telefoon, nooit op kantoor, om de beveiligingscode vragen. En dan bedoel ik de pincode niet,
Niet de vijfcijferige code die je gebruikt voor mobiel bankieren. En ook niet de codes voor de identifier. Mocht u nou worden gebeld door de bank, gebeurt dat vaak op twee manieren. Ik moet zeggen door de criminelen. Of u kunt een voordeeltje krijgen, een gratis iets. Of ze bellen met een spoed iets. Er is iets raars gebeurd met die rekening of een rare overboeking. U wordt een beetje onder druk gezet. Geef geen codes af, hang gewoon op. Bel de bank, bel op 0900 0024, algemeen nummer van de bank. En u wordt of doorverbonden naar de meneer en mevrouw die u belde, die vaak niet bij ons werkt. Of het blijkt een valse naam te zijn. Maar als u het niet vertrouwt, gewoon ophangen en de bank bellen. En dat is het beste. Nou, nogmaals. Het was wel goed dat u net zei, want ik hoor het van collega's ook vaak. Ja, als ik word gebeld, heb ik dat direct door. Geloof me, dat merk ik direct. Ik ga u nu een fragment laten horen. En dat is een echt fragment, hoe goed dat is. U hoort een gesprek, u hoort een mannelijke stem, dat is onze klant. U hoort een vrouwelijke stem, dat is de internetcrimineel. Deze klant is ooit eerder slachtoffer geweest, die werd een keer gebeld. Die dacht, ja, dit zijn dezelfde criminelen. Dus ze zei van, heeft u tijd? Die zei, nou, vanavond niet, maar morgen om 7 uur heb ik wel tijd, kunt u dan terugbellen. Nou, uiteraard wouden ze dat heel graag, dus om 7 uur de volgende dag werd de stip teruggebeld. Hij heeft opnameapparatuur neergezet en dit opgenomen. Beginnen ze het gesprek een beetje slecht, het wordt beter naarmate het gesprek voordat, dan hoort u het beter. Maar u hoort ook een aantal piepjes. Die piepjes zijn privacygevoelige informatie, die u natuurlijk niet mag horen van onze klanten. Maar het geeft wel een indicatie hoeveel ze van u weten. En dan hoort u eigenlijk hoe makkelijk het is om overtuigd te worden dat u misschien de bank aan de lijn hebt. Moment. Goedenavond, hallo. Hallo, komt u al gelegen, meneer? Ja, komt gelegen. Ik ben ermee klaar, dus ik heb wel eventjes tijd. Niet al te lang, moet zo dadelijk gaan koken, dus het kan eventjes. Oké. Ik zal u dan even kort uitleggen over het gebeld. Ja. We zijn op dit moment bezig met onderzoek naar fraude. Ja, oké. In verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld phishing en malware. Ja. Dit vorm van objecten proberen wij te bestrijden. Door de klanten veilig te laten internet bankieren en als het nodig is de pinpas te laten beveiligen. Mm-hmm. Dan mocht er dit gesprek blijken dat we dat voor u in orde moeten maken, meneer Jan. Ja. Dan gaan we dat uiteraard gelijk voor u doen. Oké. Okay. Voordat ik verder ga wil ik eerst wat gegevens met u controleren. Ja. U bent meneer. Correct. U woont op het... Ja. Wordt het uit de minister? Ja. Ik bel u betreft het rekeningnummer. Ja, klopt. En daarbij hoort het pasnummer. Ja, correct. Ja, klopt allemaal. Dan wil ik aan u vragen om wat korte vragen te beantwoorden. Mm-hmm. Om zo erachter te komen of u ooit met de fraudevormen te maken heeft gehad. Ja. En uit uw antwoorden zal dan blijken of u uw internetbankieren, uw pinpas en uw identifier zal moeten laten beveiligen. Oké. Uit uw antwoorden blijkt dat toch het mogelijk zou kunnen zijn dat u in aanmerking zou kunnen komen met een vorm van oplichting. Oké. Okay. Toch voor de CDA uw gegevens gaan beveiligen. Wat ik dan voor u in orde ga maken is, ik ga uw internetbankieren, uw pinpas en uw identifier voor u beveiligen tegen fraude. Dit kunt u zien als een soort verzekering, alleen betaalt u daar niet voor, dus dat is helemaal gratis. Oké. Okay. Mocht het zo zijn dat na het beveiligen dat er iets gebeurt met uw internetbankier, dat er bijvoorbeeld een bedrag van uw pinpas af wordt gestolen. Ja. Yeah. Dan krijgt u van ons een gestolen bedrag. Oké, ja, dat is fantastisch. Nou, wie wil er nou niet een gratis verzekering en ook nog de kans om al je geld terug te krijgen? Dus ja, er zijn veel mensen die zeggen van, nou, doe maar. Maar hoort u hoe goed dit is? Want dit is een korte versie van het hele verhaal. Maar deze klant weet dus dat dit een crimineel is. En begint op een gegeven moment een beetje die mevrouw te pesten, te plagen, moeilijke vragen te stellen. Maar elke moeilijke vraag die hij verzint te plekken, schudt ze zo een antwoord uit de mouw. Want ze zijn echt goed getraind. Dus ik ben blij dat u het nou een keer kon laten horen hoe goed het is. Want u wordt echt overvallen als u gewoon thuis op de bank zit en u wordt gebeld. En nogmaals, wij vragen er niet om, dus hang alsjeblieft op. Ik ben nog nooit gebeld door de bank. Helemaal niet gebeld door de bank. U doet alles via onze digitale kanalen. Heel goed. Ja, dat kan ook, ja. Ja, wij zijn wel een keer gebeld met een chipknip. Hij had zijn fout gemaakt. Hij had zijn plaats in een paar 50... Ik wou 50 euro pinnen. En toen had ik dus 2-0 ingedrukt. Dus toen kreeg ik 500. Nou, ik werd binnen ommersiviteit gebeld. Dat was
Ongelooflijk. Kon u dan maar verstaan? De vrouw zei, ja, ik was 50 euro aan het pinnen en ik drukte 2 nullen te veel. En toen kreeg ik een telefoontje van de bank. Dat klopt. Alle minuut. Ja. Ze had nog niet eens oké gezegd. Hup, meteen had ik dan was het heel snel. Ja. Wat we vaak natuurlijk doen, want stel dat u geeft de codes wel door, wat gebeurt er daarna? We hebben natuurlijk allerlei vormen van detectie binnen de bank. En we zijn dan in staat vaak dat bedrag tegen te houden. En als dat niet lukt, zijn we steeds vaker in staat dat bedrag uit het buitenland terug te halen. Een voorbeeld van detectie is, u maakt een raar bedrag over wat u normaal nooit doet. Dus het wijkt af van uw normale bedrag, dan zien we dat. Een ander voorbeeld is wat ook gebeurt, is dat u, als u naar internet gaat, krijgt u bijvoorbeeld van Ziggo of van UPC een internetadres. Dat zijn iets van 9 cijfers, geloof ik. Dat heet uw IP-adres. Dan kunnen we zien dat u vanuit thuis gewoon vanuit dat adres inlogt. Mocht het nou een heel ander adres zijn, u bent bijvoorbeeld op vakantie en dergelijke, dan zien we dus dat u van een andere plaats inlogt. Waarschijnlijk bent u dat dus niet. Er is een grote kans dat u dan ook een telefoontje krijgt. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dit heeft u dus gehoord. De vraag die ik ook vaak krijg, hoe zit het nou eigenlijk met mobiel bankieren en via de tablet? Daar zit een verschil in. Daar hebben we eigenlijk nog geen fraude gezien. En dat komt eigenlijk omdat het voor criminelen wat lastig is om daar een speciaal virus voor te schrijven. Want ik moet weten wat voor merk uw tablet is of telefoon. Ik moet dus ook weten waar ik de app kan namaken, dus welke store ik moet. En je moet ook nog weten bij welke bank u zit. En dat verdienmodel is eigenlijk gewoon nog niet goed genoeg. Ze gaan liever naar een ouderwetse computer, want ongeveer 90% van Nederland gebruikt Internet Explorer en Windows. En als u daar geen update heeft gedaan, dan is het gewoon voor een crimineel makkelijker om daar iets voor te schrijven. En als je dan Apple hebt, is dan nog verschil tussen een PC of een Apple tablet? Maakt niks uit. Of is dat verschil er dan ook? Kan je dan toch nog veiliger? Ja, de tablet met een app is vanuit een crimineel oogpunt gewoon lastiger. Daar doen ze niks mee. Ja, dus dat zou veiliger zijn in principe. Ja, dan kunt u niet alles, want u kunt 750 euro mee bankieren. Maar het is lastiger om daar iets voor te maken. Je verdienmodel is gewoon niet goed. Nee. Waar je natuurlijk ook wel moet opletten is met wifi. Wifi van onbekende adressen. Bijvoorbeeld, u zit in restaurant X en u ziet daar de wifi van restaurant X. Ja, dan weet u nooit zeker of dat het restaurant is of dat daar iemand zit die dat nadoet. Stel dus als u op vakantie bent in Griekenland en u heeft daar gratis internet en u krijgt die code. Dat heeft het hele hotel. En waarschijnlijk de buurman ook. Of de hele straat. En dan weet u nog niet wie erachter zit. Dus let er mee op. Dat is het enige. Nou ja, het kan gewoon via KPN of via uw telefoonprovider. Dat is geen probleem. Is dat, ja. Een vraag. Ik heb Skype gebruikt. Op een gegeven ogenblik waren mijn banknummers voorzien van een blauwe S. En het banknummer was blauw geworden. Dus achter ABN, ABNA stond S. En dan was het blauw geworden. Op dat moment heb ik niet meer getelebankierd. Ik heb een PC-mannetje gebeld. Ik zeg, ken jij dit verhaal? Ja. Hij zegt, ik ken het niet, ik gebruik Skype niet. We hebben Skype van de computer afgegooid en daarna werd het banknummer weer normaal. Dus Skype had een of andere koppeling naar mijn banknummer gelegd. Oké. Okay. Is u dit verhaal bekend? Nee, ken ik ook niet. Nee. Nee. Ik vond het een heel raar gebeuren. Een deel van mijn bankrekeningnummers was dus blauw aange... Ja. Nee, zeg me ook niets. Nee. Nee. Nee, zou ik u niet kunnen vertellen. Andere vragen nog? Nou, we hebben het over die S. Mm-hmm. En ik gebruik geen Skype. Maar ik zie die S ook voor mijn nummers staan. Voor alle nummers, S. En bedoelt u als u het internetadres gebruikt? Ja, of? Nou, gewoon als ik mijn bankrekeningen zie in mijn overzicht, ja. Staat er een S'je voor. Oké, dat zegt me ook niks. Nee, u zou nou het IBAN-nummer, dus de letters ervoor moeten zien, maar de S is... Nee. In internetbankieren. Ja, ja. Dan zou ik gewoon 0900 0024 bellen en navragen. Ja. Ja, dat zegt mij niks. Nee. Altijd. Ja. Volgens mij is het gewoon, staat bij heel veel mensen staan. Dat je dat bij Skype en de rest erbij kan gooien. Ja, denk dat die automatisch een koppeling maakt. Ja, denk ik. Want als je dat indrukt, ga je meteen naar Skype toe. Ik ga het dus navragen. Ja, het is mij nog niet bekend. Oké. Okay. U heeft 5 stellingen, hè, die je aan moet voldoen. En dat zou u niet behandelen, want dat gaat te lang door. Zitten er wel in. Maar ja. ik meen wel dat die 5 stellingen zo in elkaar zitten dat, sorry dat ik het zeg, de klant eigenlijk ergens altijd wel een fout heeft gemaakt. Nou heb ik, om dat te voorkomen, mm-hmm. tegen de bank gezegd, ik wil geen overdraft meer hebben. Hoe noem je dat? Roodstand. Hè? Ja. Dus du moment dat er een betaling komt rood, dan moet hij hem verwerpen. En ik zorg met mijn cashflow dermate dat du moment dat ik betalingen binnenkrijg,
aan mijn adres, ik het overmaak naar mijn spaarrekening of whatever. Ja. Helpt dat, zoiets? Of gaat de bank toch een betaling doen, ondanks het feit dat ik rood sta? Als u aangeeft dat u niet rood wil staan, dan heeft u in principe geen krediet. Tenzij het een normale limiet is, zeg maar de standaard roodstand. Dan zou je dat met kantoor moeten afspreken. Maar, ik heb het gevraagd namelijk. Ja. En ik heb toch weer betalingen gezien, ondanks het feit dat ik per ongeluk rood stond. Ja, waarschijnlijk heeft dat te maken met incasso's dan. Er zijn bepaalde incasso's over de hypotheken, dat soort dingen. Of andere. Oh, dat kan. Dat kan. Die heel even erin gaan. Dat zie ik zelf wel eens, ja. Ja. Maar dat helpt wel, neem ik aan. Hè? Dus als iemand frauduleus wil zijn en die gaat een bedrag van 5000 euro van mijn rekening of 500 ervan afhalen, ja, dan bounced het. Ik bedoel dan. Ervan uitgaan dat u uw codes niet heeft afgegeven, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Als u uw codes afgeeft, dan voldoet u eigenlijk niet aan de 5 regels. Nee, dat maar dat doe ik niet. Okay. Maar ik weet niet, ik heb altijd het idee dat er op een gegeven moment op de een of andere manier iets fout gaat. Dus ik wil dat voor zijn. Ja. Rood staan kan niet. Ja, maar ja, dat zou je dan op kantoor moeten regelen. Ja. Toch nog een keer langs gaan om te vragen hoe het zit. Kunnen ze toch ook voor je spaarrekening zijn gewoon overboeken? Daar hebben ze weer een code voor nodig. Dus als u continu aan de telefoon de codes blijft doorgeven, ja, dan komen ze vrij ver. Want ja, dan werkt u eigenlijk gewoon mee. Ja. En uiteraard de detectie aan onze bankkant is fors. En wat ik ook al zei, we zijn steeds vaker ook in staat het terug te halen uit het buitenland. Dus ook wij letten gewoon scherp op. Maar het belangrijkste bij phishing is nogmaals gewoon die codes. Het is uw geld. Echt, geeft u de code weg, dan geeft u de toegang weg. Dan moet u echt heel goed opletten. Ja, dat klopt. En hoe werkt het dan met betalingen als je dingen bestelt in het buitenland en die betaal je van tevoren? Dan heb je toch ook een beveiligingssite waarop je dat kan doen? De site van het bedrijf waar u bestelt bedoelt nee, u? Nee, van de bank. iDeal. Oh, de binnenlandse betalingen bedoelt u, bij een webwinkel. Ja, dat werkt eigenlijk hetzelfde als internetbankieren. Heeft u ook die code nodig? En ook daar bestelt u. U bestelt bijvoorbeeld een boek bij bol.com of bij Bruna. Ja, maar dat is dan vrij simpel. Maar als je in Ecuador een hoedje gaat bestellen, dan wordt het al een groter probleem. Want, dan kunt u waarschijnlijk ook niet met iDeal betalen. Dat is alleen in Nederland. Dat is alleen in Nederland. Ja. Dus alles wat je dan in het buitenland bestelt, betaalt, is niet verzekerd, niet. Dus allemaal je eigen risico. Dat ligt aan hoe je betaalt. Als je met een creditcard betaalt, dan moet je bij de creditcardmaatschappij zijn. En als je het overboekt, ja, dan is het gewoon een overboeking waaraan wij ook niet kunnen zien dat dat een andere overboeking is dan door jezelf geïnitieerd. Ja. Nee, dus krijg je het nooit, ben je geld kwijt. Of kan je dan bij de bank reclameren? U kunt het reclameren, maar ik denk niet dat in dat geval, meneer, want dat valt helemaal buiten de veiligheidsregels. Is je eigen risico. Ja. Oké. In dat geval dan? Nog één vraag. Mocht u nou ook valse e-mail binnenkrijgen, stuur die dan als valse e-mailadres, valse-e-mail, die staat hier. En stuur hem vooral door, want wat wij dan doen is de site uit de lucht laten halen door een bedrijf. En we zien eigenlijk een beetje wat er gebeurt in de phishingmarkt. We krijgen de nieuwste voorbeelden binnen. En voor ons is dat makkelijk, want ik kan ze gewoon gebruiken in presentaties, maar ook voor onszelf, van hoe ontwikkelt die markt zich nou. Stuur ze vooral door, dan worden wij ook op de hoogte gehouden. Ja, is nog een vraag. Hoe veiliger je het maakt, hoe lastig het ook wordt om ermee te werken. Bij mobiel bankieren hebben jullie, dat als je naar een bankrekening iets overmaakt waar je al eerder iets naar hebt overgemaakt, dan hoef je niet via de identifier dat te doen. Ja. Is er een ontwikkeling mogelijk om dat ook gewoon internetbankieren te doen of op die lijn voor te gaan? Want ja. Je kan wel blijven beveiligen, maar het wordt ook steeds moeilijker hanteerbaar. Ja, de vraag van deze meneer was van, als je in mobiel bankieren al eerder naar iemand hebt overgemaakt, dan kun je daar makkelijker naar overmaken. Dan kan dat bijvoorbeeld met de 5-cijferige code, dan hoeft hij niet altijd die identifier, dat kastje, te gebruiken. Dat klopt, want dan weten wij al dat u eerder heeft overgemaakt naar dat nummer en dat het dus vertrouwd is. En eigenlijk de vraag erachteraan was, ga je dat nog makkelijker maken? Want ik merk dat u vraagt dat u er eigenlijk hinder van heeft, dat u eigenlijk meer wil overmaken of sneller wil overmaken naar andere klanten. Ja. We zijn er wel mee bezig aan het bekijken hoe dat kan. We kijken altijd of het makkelijker kan voor klanten. En dat is altijd een balans. En dat is een balans tussen klantgemak en veiligheid. En dat is heel vaak wikken en wegen. Welke technologie staan we wel toe? Welke technologie staan we niet toe? Moet het achter de identifier? Moet het niet achter de identifier? En dat is lastig. Dus we zijn wel aan het bekijken wat we kunnen. Maar ik kan niet zo zeggen dat dat ook het geval zal zijn. Ja. Ja, oké. Okay.
Oké. Okay. Geen vragen meer? Ja. Kunnen ze daar nou makkelijk aankomen? Ik heb een poosje geleden in vakantie. Toen zei ze van de bank, nou, doe het eens even naar je spaarrekening toe uiteindelijk, ja, dat bedrag. Want als je dus op pizza bent, dus let er eens een keer op. Als je aan het pinnen bent uiteindelijk, dan ben je geld kwijt. Niet alleen bij het pinnen, dan als u uw pinpas pakken en uw pincode afkijken en dat in de geldautomaat stoppen, dan zitten ze op uw betaalrekening. Geeft u echt weer de codes af, ja. Ja, dan komen ze wat makkelijker, ja, bij ook de andere rekeningen, dat klopt. Ook bij mijn, ja, spaarrekening, ja, kunnen ze makkelijk komen. Ja. Okay. Dat klopt. Ja. Eigenlijk al uw rekeningen, tenzij ze niet zichtbaar zijn in internetbankieren. Want niet alle rekeningen worden automatisch zichtbaar, je kunt ze ook uitzetten in internetbankieren. Ja. 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 Ik weet wel, de bank, als je zegt ik wil niet rood staan uiteindelijk, en al heb je... Ja, want vroeger was er natuurlijk veel rente betalen op je gewone privérekening uiteindelijk. Maar al heb je heel veel op je spaarrekening staan, daar kijken ze niet naar. Daar letten ze niet op. Je kan niet zeggen, jee joh, waarom bezet is ik nog rood uiteindelijk? Ik heb zoveel geld op mijn spaarrekening staan. Oh, dat bedoelt u. Daar letten, ja, ze niet op. Bij de bank bedoelt let u. Daar niet op. Dat, ja. Ja, dat kan. Ja. Ja. Maar ja, rente is hoog van de, voor je privérekening bij de bank. Als je bij de rood staat. Zelf, als je rood staat. Ja. Dat zal de gemiddelde markttrend in Nederland zijn, ja, want alle banken... Ja, ik maak er geen gebruik van, zeg maar ik geloof wel dat het 9% is of zo. Ik zou het nee? niet nou, maar, ja. ik weet het gewoon echt niet. Nee. Nee. Ja, nog vraag, ja. Ik heb het goed begrepen van u. Als je met je iPad op een terrasje zit, mm-hmm, en je logt daarin met het terras, dat je dus niet moet bankieren, hè? Nou, ik zou per definitie opletten met een wifi algemeen op een terras. Okay. Omdat ze ook bij uw mail zouden kunnen komen. U weet niet wie er achter de wifi zit. Het is namelijk na te maken. Ja, ja. Dat is gewoon het probleem. Het is niet zoals u thuis zit in uw eigen netwerk. Nee. En dan weet u aan wie de code heeft gegeven. En het nadeel van zo'n terras is dat iedereen dat kan nadoen. Ja, en u weet dus het gewoon het eigenlijk is. Niet doen? Nee, tenzij u een tablet hebt waar u zo'n telefoonkaartje in kan. En dan gaat u gewoon via uw eigen KPN of Vodafone of andere provider. Okay. Ja. Maar dit komt niet heel vaak voor, merkte ik net al in de andere zalen. Niet veel mensen hebben zo'n kaartje in een iPad zitten. Nee. Oké. Okay. En het buitenland in een hotel? Als je dus weken of maanden weg bent en je zit ergens in een hotel waar gewoon de wifi is, dan kan je dus al die tijd niks met je bank doen. Dat is niet veilig dan. Nou ja, u weet niet wie die code heeft en wie er achter de wifi zit. U kunt namelijk niet bij het hotel naar binnen lopen en zeggen, laat kastje maar zien. Nee, dus je kan niet in het buitenland je rekening bekijken. Je kan niet alle bankieren doen vanuit een... niet beveiligde omgeving. Het is een lastige. Ja. Ja, het is een afweging. Ja. Daarvoor heb ik nou dat tabletje. Dat stop je zo in je tas. Ja. Dan kan je overal alles doen, maar dat is dus niet veilig. Het is natuurlijk niet per definitie dat er achter elke openbare wifi ook een crimineel zit. Zo moet je het niet zien. Nee, maar er zitten natuurlijk wel haken aan ogen aan. Als je een kaartje doet op je iPad, van je telefoon, dan ben je gewoon met de telefoon aan het... Ja, dus wat ik, de vraag was, kan ik zo'n kaartje erin stoppen? Voor die paar maanden. Ja, wat ik wil net zeggen, dan stopt u een telefoonkaartje in uw iPad. Ja, dat zou een oplossing zijn. Een duo-kaartje kan je aanvragen. Nee, niet alle iPads zijn voorzien van zo'n mogelijkheid. Okay, sommige zijn alleen op die telefoon. Maar goed, er zijn dus iPads met waar je een duo-kaartje van een mobiele telefoon in kan doen. En dan zit je op je eigen telefoonrekening, zit je dan te bankieren en er kan niemand bijkomen. Dat is dan een oplossing. Dat zal wel zijn. Een andere iPad nodig. Ja, dan is dat handig om te doen. Oh, daar nog een vraag. Ja, heel goed. Ik loop even naar u toe. Moment. Twee vragen. Ja. De eerste is, kun je van een spaarrekening rechtstreeks aan derden overmaken? Nee, dat gaat via de betaalrekening. Dat gaat via de betaalrekening. Ja, tenzij u dus dat is al een beveiliging. Ja. Als u internetbankieren heeft, in die combinatie wel. Ja, ja, oké. Okay. Dat is de ene vraag. Tweede vraag is, hoe weet je of pinbetalingen... Je bent ergens, je krijgt een mobiel pinapparaat... aangereikt, je doet een betaling. Hoe weet je dat dat veilig is? Want dan geef je ook een pincode af. Dat klopt, u bedoelt die draagbare. Ja, die draagbare in een cafeetje of wat dan ook. Hè. Ze komen naar je toe en doe maar. Maar als daar een verkeerde tussen zit, ben je ook je pincode afgegeven. Ja, dat zal ongetwijfeld wel eens voorkomen dat ze daar een verkeerd apparaat... Eigenlijk wat ze ook wel eens doen bij winkels. Bekende supermarkten hebben dat wel eens gehad. Andere winkels waar ze een nepapparaat neerzetten en daar staat de hele rij te pinnen. Ja, ja. En het apparaat wordt omgewisseld en dan zijn de gegevens geskimd, zoals ze dat noemen. Ja. Dat kan in theorie, ja. Ja. Maar daar ben je voor verzekerd, neem ik aan. Ja, en het pasje wat u tegenwoordig heeft, daar zit een chip in. En vroeger ging dat met de ouderwetse, dan moest u wat ze hem doorheen halen met de achterkant. Mm-hmm. Er zit nu een chip in en dan wordt het al een stuk lastiger. In het buitenland vaak heeft u nog wel automaten waar zo'n zaak in zit. Ja. Oké, dankjewel. Kijk, heel even naar de tijd. Ja, het is voldoende. Oké, goed. Nou, dank u voor uw aandacht. Mocht u een vraag hebben, dan sta ik daar nog even buiten.
Welkom, dames en heren. Laatste ronde. Nalatenschapsplanning, levenstestament, vermogensoverdracht. Dat hebben we voor nu op het menu. Er zijn boeken over geschreven. Ik kan er uren over praten. We hebben vandaag een half uur. Dus dat ga ik niet alles kunnen zeggen. Ik ga ook niet heel snel praten. We gaan de rode draad pakken. Wat zijn de actualiteiten? Wat zijn de dingen die nog wel eens over het hoofd gezien worden? Als u hier straks wegloopt en u heeft een paar dingetjes waarvan u zegt... ja, dat wist ik nog niet of daar moet ik even wat meer onderzoek naar doen. Nou, dan is mijn missie voor deze middag geslaagd. Ik ben Tjarko Denekamp. Ik werk op het Kenniscentrum Vermogensadvies en Beleggen van ABN AMRO. En daar ben ik het mannetje wat zich bezighoudt met estate planning. Dus de onderwerpen schenken en erven. Zo ziet dat eruit. Er zijn 5 hoofdthema's. Burgerlijke staat, overlijden, schenken, verzekeren en internationaal. En eigenlijk elk van die thema's, daar kan je een fiscale component bij zien, een juridische component en vaak ook een emotionele component. Nou, en dat betekent dat er altijd wat te beleven is op mijn vakgebied. Het is geen moment saai, want we hebben rechtspraak, we hebben wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen. En we hebben uw situatie, die vaak ook voor uitdagende vraagstukken wat dat oplevert. Nou, dan moeten we met al deze instrumenten in de weer om een goede oplossing te bedenken. Nou, laten we eens even kijken naar wat actualiteiten die er op mijn vakgebied spelen. Het huwelijksvermogensrecht bijvoorbeeld. In Nederland is er nu een algehele gemeenschap van goederen als je gaat trouwen en geen huwelijksvoorwaarden maakt. Alles wat er is en wat erbij komt, wordt in principe één pot, gezamenlijk bezit. De gedachte is dat een beperkte gemeenschap de norm gaat worden. Dat het vermogen dat er is, of tijdens de rit erbij komt via erven of via schenken, dat dat privé is van de beide echtgenoten. Nou, we moeten even kijken of dat wetsvoorstel ook zo ongeschonden de eindstreep haalt. Het gaat trouwens alleen voor nieuwe huwelijken gelden. Dus als u nu getrouwd bent, dan heeft u daar niet mee te maken. Maar misschien voor kinderen wel, of kleinkinderen. Op het erfrecht speelt een ontwikkeling in de beneficiaire aanvaarding. In deze tijden van crisis is het levensgevaarlijk om te erven. Want het zou negatief kunnen zijn. En het systeem zit nu zo in elkaar dat u dan, als u dat accepteert, uit eigen portemonnee moet bijleggen. Nou, dat kunt u voorkomen. U kunt helemaal voor de eer bedanken, dan verwerpt u. U kunt ook beneficiair aanvaarden. Dan zegt u, ik ben wel erfgenaam, maar ik ga niet uit mijn eigen portemonnee bijleggen. Maar het probleem is dat die dingen, dat u die zelf achteraf moet regelen. En als u dat schilderijtje, wat u was beloofd, uit dat sterfhuis alvast mee naar huis heeft genomen, dan heeft u al aanvaard. Dan kunt u niet meer verwerpen of dan kunt u niet meer beneficiair aanvaarden. Dat heeft de aandacht van de politiek. Er ligt nu een wetsvoorstel wat zegt, als je als erfgenaam verrast wordt door nog een schuld die later opkomt, dan word je daarvoor beschermd. Maar dat vind ik niet echt een oplossing van het probleem. Het probleem is dat een nalatenschap negatief kan zijn. Dat de helft van Nederland bij wijze van spreken niet weet hoe die dat moet oplossen. De andere helft weet misschien wel iets van beneficiaire aanvaarding, maar hoe die procedure precies in elkaar steekt. Dus nu komt er een beetje een lobby op gang dat zegt, maak dat stelsel nou de norm. We moeten zien waar dat eindigt. Op het gebied van schenken is er een ontwikkeling. We hebben dit jaar een actievrijstelling, de eigen woningvrijstelling. Een soort de schenkbelasting in de aanbieding, zou je kunnen zeggen. Daar wil ik straks met u naar gaan kijken. De AWBZ heeft nog veel aandacht. Daar wil ik ook een paar woorden over zeggen, een beetje in een perspectief plaatsen. En dan zijn er de maatschappelijke ontwikkelingen. Het levenstestament bijvoorbeeld, dat komt op. Nou, daar wil ik wat woorden over zeggen vanuit het perspectief van de bank. En het laatste nieuwtje eigenlijk, heeft u misschien vorige week in de media gezien. De social media clausule. Zegt u dat wat? Het schijnt in echtscheidingssituaties een probleem te zijn dat partners elkaar zwart maken via Facebook en dergelijke. En dat zijn de ondeugende foto's.
hè, op straat gooien. Nou, de gedachte is, u spreekt in die huwelijksvoorwaarden af dat u dat niet doet. En daar zit dan ook een dikke boeteclausule op, hè, als het toch gebeurt. Nou, hè, dat zet toch eventjes aan het denken. Hè. Ik zelf ben 5 jaar getrouwd, ik zit nog niet in de echtscheidingsfase. Maar over 2 jaar. Maar dan denk je toch van, ja, hè, 5 jaar huwelijk, veranderen toch wat dingetjes. Zo stond ik gisteravond dit overhemd te strijken. En dan dacht ik, ja, vroeger pakte ik wel eens een gestreken overhemd uit de kast. Had ik toch scherper moeten zijn, hè, om in mijn huwelijksvoorwaarden daar een afspraak over neer te leggen. Boeteclausule erop. Gezellig. Nou ja. Zo zijn er steeds ontwikkelingen. Misschien goed om even duidelijk te maken, wat is precies de positie van de bank op dit thema? Worden wij notarissen? Nee, wij worden geen notarissen. Maar wij willen wel informeren. Met een aantal dingen kunnen wij u concreet helpen. En soms zullen we moeten doorverwijzen. De basis van veel van deze onderwerpen is dat u een goed inzicht heeft in uw financiële situatie. Hè, wat is uw inkomen? Als u met pensioen gaat, wat is dan uw inkomen? Als er een overlijden plaatsvindt, hoe blijft de langstlevende dan achter? Kan die op dezelfde voet verder? Als u een hypotheek heeft, kan de langstlevende die hypotheek dan betalen? Dat soort vragen, hè, daar krijgt u geen antwoord op bij de notaris. Maar wij kunnen geen testament maken of een schenking op papier, wat vaak een hele mooie mogelijkheid is, daar moet u wel voor naar de notaris. En dus het is niet zozeer de vraag, moet ik nu of naar de bank of naar de notaris? Ja, het is meer en-en. Nou, dat informeren, dat sta ik hier te doen. Ik doe mijn best. Doen we ook op internet, op onze site abnamro.nl. Daar ziet u een balk staan bovenin. En als u op advies drukt, dan verschijnen die 6 plaatjes daarboven met 6 thema's. En daar staat een wereld van informatie achter. We zitten ook op Facebook. Daar doen we soms als een nieuwsbericht uit. Of daar kunt u een vraag stellen. En als dat een ingewikkelde vraag is op dit gebied, dan kan die bij mij uitkomen. En we zitten ook op Twitter. De bank zit op Twitter. Maar ik zit ook op Twitter. Nou, de computer slaat ervan op hol. Dus als u denkt, hey, leuk om te volgen wat die Denenkamp allemaal bedenkt, dan kunt u mij volgen. Goed, even wat highlights op het gebied van schenken en erven, of te beginnen bij nalaten. U ziet hier titels staan van artikelen die we op internet hebben staan. Ik heb die allemaal even goed bekeken in het kader van deze bijeenkomst en dat zag er niet eens slecht uit. En dat zeg ik niet alleen omdat sommige dingen van mijn hand zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld een brochure op internet staan, alles goed achterlaten. Daar ziet u allerlei praktische aandachtspunten staan. En dan ziet u ook de procedure staan, hoe bij overlijden het gaat met bijvoorbeeld de bankrekeningen. Wat wordt geblokkeerd, wat wordt niet geblokkeerd, welke stukken gaat de bank om vragen. Dat soort dingen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn nalatenschap geen ruzieboedel wordt? Nou, daar staat geen recept wat dat gegarandeerd voorkomt. Maar wel een aantal dingen om over na te denken om het risico te beperken. En dan de erfbelasting. Ik denk dat het heel aardig is om voor uw eigen situatie eens vast te stellen, goh, waar hebben we het ongeveer over? Stel nou eens dat er gisteren met u wat was gebeurd. Wat zou dan vandaag dat voor de erfbelasting voor gevolgen hebben? En kijkt u dan niet alleen naar de tarieven, maar maakt u dat eens concreet op uw situatie. Dus als u een echtpaar bent, dat u dat dan in 2 rondes zeg maar eens vaststelt. Hoeveel is dat dan? Is dat hoog? Valt het u mee? Moet u gaan schenken? En als u gaat schenken, wat levert dat dan op? Nou, er is eigenlijk geen magie. We kunnen dat gewoon berekenen, dat platslaan tot een bedrag. Dus als u dit gaat doen, dan gaat het dat opleveren. Op internet hebben we een aantal berekeningen staan. Vanuit de situatie gemeenschap van goederen, 2 kinderen. Nou, als uw eigen situatie daar wat verder van afwijkt, dan kunnen we een maatwerkberekening maken. En dan moet u even voor bij ons langskomen. Nalaten aan anderen. Ik kon hem van de week nog niet vinden op internet. Dan komt hij er binnenkort op.
heb ik net geschreven. Nalaten anderen, aan anderen dan aan kinderen bedoel ik daarmee. Ik maak zelf ook wel vaak of trap in de valkuil dat ik direct aanneem, schenk en erven. Dat is tussen ouders en kinderen. Maar als u geen kinderen heeft, wat zijn dan de aandachtspunten? Heel veel van de principes zijn hetzelfde. Maar het zit allemaal net even anders. Ook voor de erfbelasting zit het anders. Nou, daar heb ik een stuk over geschreven. Dan over schenken. Beetje hetzelfde laken, een pak. Hulp bij schenken en erven. Schenken onder bewind, schenken op papier. Hoe zit dat precies? Wat zijn de spelregels? En bij schenken onder bewind, dat gaat over de vraag, wanneer krijgt iemand, een kind of een kleinkind, dat geld in handen? Als u niks regelt, is dat bij 18 jaar. En de meeste mensen zeggen, dat is nog wat jong. 90% van de mensen liefst. Dat kunt u voorkomen, door niet te schenken. Maar als u wel gaat schenken, door te schenken onder bewind. Dan kunt u bijvoorbeeld dat oprekken tot 25. Dat regelt minder dan 10% van de mensen. Dus daar zit nog wel een gat. Zo'n bewind moet op papier worden vastgelegd. Daar moet u dus een akte van maken. Nou, die akte hebben wij voor u liggen. Dus dat hoeft het probleem niet te zijn. Schenken op papier is toch dat je het geld niet uitkeert. Ja. Dat is nog papier. Ja. Dat is toch een... Schenking op papier is de vraag. Dan schenk ik toch zonder het geld uit te keren. Juist, ja. Dat klopt. Ja. Bij een schenking op papier... stel dat ik uw zoon ben, u schenkt mij... Maar u leent het direct terug als het ware. Ja. Het blijft bij u in de portemonnee. Ja. Wil dat fiscaal werken, dan moet u mij jaarlijks 6% rente geven. Ja, klopt. Ja, en het moet ook via de notaris. Ja, het moet op notarieel papier worden vastgelegd. Ja. Klopt. Ja, dat zijn de spelregels. En die zijn streng, want anders wordt het fiscaal genegeerd. Ja, nee, prima. Ja. Ik relateer aan de marktrente, want dan kan je nu lekker schenken. Want feitelijk moet je zoon je dan nooit geld geven. Er wordt geen rente meer toegekend af en toe. Ja, de vraag is van, waarom 6%? De marktrente is nou heel laag. En, de successiewet die gaat stapt een beetje uit de waan van de dag. Ik geloof dat die 6% daar al vanaf 1984 in staat. Soms is dat hoog, soms is dat laag. Maar stel dat ik uw zoon zou zijn, ik krijg die rente in de portemonnee. Ja, u gunt mij toch wel meer dan 1%, hè? Nee, maar dan eis ik het direct terug. Via een omweg. Dat gaat u de grenzen opzoeken. En dan loopt u het risico dat het niet werkt. Die 6% is geen wet van mening en pers. Want we hebben toevallig een paar jaar terug hebben we op 5% afgedaan. En dat is toch gewoon helemaal formeel gegaan. Dus het is geen keiharde. Die 6% is wel een soort richtlijn. Maar met 5%. Voldoet de fiscus er ook aan? Die vindt dat ook een genoegzame rente in deze gevallen? Ja. Voor nieuwe schenkingen is het hard 6%. Oh. Voor schenkingen voor 1 januari 2010 moet het een zakelijke rente zijn. Juist. Okay. Nou, wat is dat precies? Nou, 5 lijkt mij zakelijk. Maar voor nieuwe is 6%. Oh, goed. Okay. 6%. Ja. Ja. Erfenis gekregen van mijn man, maar ik heb schuld aan mijn stiefkinderen. Ja. 6% per jaar komt het bij. Wordt het afgetrokken van de som die ze dan erven? De situatie is, u heeft van uw man geërfd en schulden gekregen aan... Ik heb schuld aan de kinderen. Aan de kinderen. Ja. Dan zitten we eigenlijk niet bij het schenken, dan zitten we bij het nalaten. Ja. Maar dat is min of meer wel dezelfde systematiek. Hier moet de rente bij schenken echt betaald worden. Bij erven mag de rente vaak worden bijgeschreven. Wordt bijgeschreven, dan hoeft u dat op niet die echt... bedrag. Maar op papier wordt u daar wel armer van. Ja. Wie? U. Dus u heeft... Ja, dat wel, maar dat heeft... Heb je daar geen last van. Daar heeft u geen last van. Maar dat betekent dat de kinderen... Ja. Dat hun bezit steeds wat groeit. Ja. Nou, en daar hoeven ze dan geen erfbelasting meer over te betalen. Maar wordt het dan nadien ook nog die belasting ook nog afgetrokken van die 100 en zoveel per kind wat het nu nog is van de erfenis? Nee, dit heeft verder niets te maken met de schenkingsbedragen of zo. Dus dit is een heel apart... Oké, maar er worden ook nu, als iemand erft, dan heeft dat toch een vrijstelling van de overheid. Dus zoveel wordt er afgetrokken nog een bedrag van 100 en zoveel duizend. Ja,
Voor de schenkingsbelasting is het nu een vrijstelling van een ton. Ja. Kinderen hebben ook voor de erfbelasting vrijstellingen. Ja. Maar ze gaan uw kinderen die gaan straks onder twee labeltjes geld krijgen. Ja. Aflossing van schuld, ja, en plus gratis. Dat, en als hij nog meer nalaat, dan erven ze dat. Ja. En daar geldt dan ook een vrijstelling voor. Ja. Dus dat zijn zo twee dingen. Dus worden ze heel rijk. Nou, mooi. Ja, dan moet hij het allemaal nog wel nalaten. Hè? Ja, ja. Dat moeten ze dan nog eerst nog even zien of dat gebeurt. Dank u. Het begint bij ambitie, was onze kreet vroeger. Hè? Dat is er wel. Is schenken aan mijn kind eigenlijk ingewikkeld? Je zou kunnen zeggen, schenken is eenvoudig, maar niet simpel. Je kunt zo een bedrag overboeken, dan is daar een schenking. Maar het is niet simpel in de zin van, het is goed om een aantal dingen te bekijken. Uw eigen financiële situatie, de situatie van het kind. Welke clausules, welke vorm is het meest geschikt? Hoe zit het met de vrijstellingen? Nou, dus op dat artikel op internet zien jullie 10 dingetjes staan om eventjes bij stil te staan, om niet een uitglijer te maken. Nou, dan de woningvrijstelling. Dan de woningvrijstelling, dus de bonusaanbieding van de schenkbelasting. De schenkbelasting is een beetje in de uitverkoop gegaan. De bedoeling was de woningmarkt te stimuleren. Is dat gelukt? Nou, zeker wel. Of dat helemaal hier aan te wijten is, weet ik ook niet. Maar het heeft geholpen, want deze vrijstelling is een succes. Was begroot dat die 20.000 keer benut zou gaan worden. En in juli stond de teller bij de Belastingdienst al op 50.000. Nou, en een schenking in 2014, daar hoeft pas in 2015 aangifte van gedaan te worden. Dus het echte aantal ligt misschien veel hoger. En in de loop van 2015 zullen we horen wat de score was. Maar hij is aangeslagen. Normaal is de woningvrijstelling 52.000 euro. Alleen voor kinderen tussen 18 en 40. De bonusvrijstelling is een ton voor iedereen. Als je als kind de jubelvrijstelling gehad zou hebben, dat is die verhoogde vrijstelling van 25.000 euro, of die 52 voor de woning, die moet je dan van de ton in aftrek brengen. Goed, dus als ik die 25 gehad zou hebben, dan heb ik nog 75 over. Dat is een, dus voor iedereen. We zitten in de laatste ronde. Nog dit kwartaal kan het gebeuren. Twee dingen daarover. Het is best een ingewikkelde regeling. En het is goed om het vast te leggen in een schenkingsakte. Is dat een standaard? Gewoon een onderhandse akte. Dat is verder geen standaard te vinden. Ja, waarop. De vraag is dat alsof ik u zou ingehuurd hebben. De vraag is daar een standaard akte voor? Hoe kom ik aan zo'n akte? Ja. Kijk, www.abenamro.nl. We hebben een akte voor u gewoon op internet gezet. Dit hebben we van tevoren zo bestudeerd, ingestudeerd. Ja, we hebben een schenkingsakte staan. Voor een uitsluitingsclausule, stel dat ik uw zoon zou zijn, dat u zegt, nou, dat is privé van jou. Hè? Ja. Maar we hebben ook een akte voor de eigen woning. Ja. Standaard is het voor de aflossing van de woninghypotheek. Hè? Ja. Want woning moeten we ruim opvatten. Dat mag ook de aflossing van een woninglening zijn. Ja. Maar als u bijvoorbeeld wil schenken voor een verbouwing, dat kan ook. Dan moet u even bij ons op kantoor komen, dan passen we die akte aan. En nog aanvullende vraag dan. Als je zo'n onderhandse akte dan hebt getekend, moet je later dan ook nog een formulier invullen voor de belasting, ja. Voor de schenkingsbelasting? Ja. Daar is wel een standaard formulier voor bij de belastingen, maar die moet je ook toch wel invullen. Ja, er moet een beroep worden gedaan op de vrijstelling in de aangifte schenkbelasting. Ja. Dus als je dat aan uw kleinzoon geeft, dan moet uw kleinzoon aangifte doen. Hij hoeft niks te betalen, maar hij moet wel even vermelden, zeg maar, dat hij dat ontvangen heeft en hij moet zich beroepen op die vrijstelling. Ja, moeten beide dat doen? Want ik dacht dat je die aanvraag, dat je dat namens beide kan doen. Hè? Ja, dat kan beide doen. In de praktijk is de Belastingdienst al lang blij dat ze het van één krijgen. Ja. Maar formeel, iedereen kan zijn krabbel eronder zetten. Ja, nee, is ook hartstikke. Oké, goed. Dus misschien moeten we deze dus uitknippen. Okay. Maar dat is de praktijk. De tijd toen kinderen hun huis gekocht, daar is 75.000 bij van ons betaald.
dat is als schuld aan ons. Ja? Hoe kan ik dat nu kwijt? Dus mevrouw heeft geleend aan het kind voor de aankoop van een woning. En daar zou u ook een kwijtschelding op kunnen doen, zeg maar. Hè? Dus dat u zegt, kind, een deel hoef je niet meer terug te betalen. Ja. Die kan ook kwalificeren voor deze vrijstelling. Dus moet ik toch ook van die papieren wat ik hoor nu van meneer of naar belasting of hoe gaat het te werk? Ja, die is een... Kijk, u moet schenken onder de voorwaarde dat het in het huis wordt gestopt. Nou, dan is Dat zit in de hypotheek. Ja, het zit al in het huis. Ja. Hè, maar je, met zo'n kwijtschelding kan je ook niks anders mee doen. Hè. Je kan het niet uitgeven in het café. Ja. Nou, dat is een beetje raar. Ik zou zeggen, hè, de akte is hier gewoon voor u beschikbaar. Aha. Zet het even, maak er even een papiertje van. Ja. Dan heeft u ook die discussie niet. Okay. En dat is te vinden onder AWA bij advies? Ja, bij advies en dan onder schenken. Goed zo, dankjewel. Eén kwestie daarover. Dat vindt u hier. Financialfocus.amelamro.nl. Heb ik een verhaaltje geschreven dat die vrijstelling wordt gestopt. Hij is technisch ingewikkeld. Nou, als u in dat verhaaltje kijkt, dan gaat u daarin lezen wat ik u nu zeg. De meeste huizen zijn gezamenlijk bezit. Als dat zo is, dan zit daar de ingewikkeldheid. Stel dat ik een huis heb van 3 ton, met een woninglening van 3 ton... en ik woon samen of ik ben getrouwd op huwelijksvoorwaarden, dan zegt dan is de vraag hoeveel huis heb ik? Hoeveel vrijstelling kan ik maximaal hebben? Het antwoord is 1,5 ton. Want de Belastingdienst zegt, jij hebt een huis van 1,5 ton en je partner ook. Dus als ik 1 ton krijg van mijn vader, maar ook van mijn opa, ja, dan is mijn 1,5 ton onbelast. Dan moet ik over 50 toch schenkbelasting betalen. Was ik getrouwd in gemeenschap van goederen, dan zegt de Belastingdienst, ja, 3 ton helemaal voor jou en ook 3 ton helemaal voor je vrouw. Nou, daar is geen logica voor om dat te zeggen, maar ze zeggen het. Gemeenschap van goederen is het geregeld, maar in andere gevallen is het dus, kan het toch eventjes nakijken zijn. En als laatste daarover, met een uitsluitingsclausule kan je zeggen, het is privé van het kind, maar ik ga wat doen met dat geld. Ik ga dat geld oppakken en ik los daar een lening mee af. En niet alleen mijn lening, maar ook de lening van mijn vrouw. Wat is daar de bedoeling van? Als ik uit elkaar ga, gaat mijn vrouw zeggen, een cadeautje. En ik zeg natuurlijk van niet. Nou, dan gaat de rechter beslissen. En wat hij dan zegt, weet ik ook niet. Dus dat is iets om vast te leggen. Dat is iets om vast te leggen. Daarvoor verwijzen wij u naar de notaris. Dat moet wel even zorgvuldig gebeuren. En dat is echt een juridische kwestie. Dus 2 stappen. Als het privé moet zijn van het kind. De ouder moet zeggen, het is privé van jou. Ik maak een uitsluitingsclausule. Maar als dat wordt geïnvesteerd in een gezamenlijk bezit, dan moeten ook ook dat kind en schoonkind iets regelen. Oké. Nou, u hoeft het niet helemaal te onthouden. Hè? De link en dat artikel, en daar staat het helemaal in uitgeschreven. Wat hebben we hier? Hebben we hier een te enthousiaste schenker? Of hebben we hier iemand op weg naar het verzorgingshuis en die heeft zich op tijd uitgekleed? Want je zou toch maar de situatie krijgen dat je iets moet betalen in dat verzorgingshuis. Dat is toch wel het ergste. Althans, die gedachte krijg ik wel eens als ik de mediaberichten daarover lees. AWBZ is vaak synoniem aan schenken geworden. Nou, daar wil ik een paar woorden over zeggen. Ik wil dat iets in een kader plaatsen. Ik ga niet hele AWBZ kraken, want daar heb ik alleen al 1/2 uur voor nodig. Daar is het me niet om te doen. Ik wil het in een perspectief plaatsen. Ik heb een tijdballetje gemaakt en dat begint bij 60 jaar. Dat is het moment dat mensen met pensioen gaan of daarover gaan nadenken. En dan er staat het leven in het teken van genieten van het leven. Nou, ik heb u allemaal kwiek binnen zien komen. U straalt, dus u zit zonder enige twijfel in die fase. Gemiddeld genomen weet u, zorg kan op enig moment gaan spelen. Maar dat schuift lekker vooruit, totdat u wordt ingehaald door het leven. En in mijn tijdbalk is dat bij 75 jaar, dan gebeurt er iets. Waardoor u met de neus op de feiten wordt gedrukt, u heeft zorg nodig.
Nou, soms, als het heel ernstig is, hè, dan kan je de situatie hebben dat dan niet u meer gaat beslissen hoe dat gaat, maar de kinderen. Nou, dat is allemaal de vraag. Hè. Of u tot zo lang moet wachten, moet u daar niet iets eerder over nadenken. Maar in ieder geval, dan moet u wel met zorg bezig zijn. Vaak is het wat klein, dat bouwt zich dan zo op. Totdat er een nieuwe crisis is. Het is thuis echt niet meer te doen. En dan is daar het verzorgingshuis. De gemiddelde duur in een verzorgingshuis is 4 jaar. 4 jaar. En dat is het getal uit het verleden. Er staan enorme wijzigingen, wetswijzigingen op stapel. Vanaf volgend jaar is het verzorgingshuis alleen toegankelijk voor mensen die 24 uur zorg nodig hebben. Nou, dan wordt die 4 jaar misschien wel 3. Wat er nou gebeurt in de praktijk is dat mensen in deze fase fors aan het schenken gaan, omdat ze bang zijn dat zij in deze fase iets moeten betalen. Nou, dat vind ik niet helemaal logisch. Dat vind ik niet helemaal logisch. En wat moeten die mensen dan betalen? De maximale eigen bijdrage voor de AWBZ en straks voor de wet langdurige zorg die we dan hebben, is 27.000 euro per jaar. Vermogen is dan relevant, hè, want u wordt geacht inkomen uit vermogen te hebben. Maar dat is 27.000 euro per jaar. Nou, de AOW is 14.000 euro per jaar. Het is een all-inclusive concept. Wonen, zorg, activiteiten, eten. Dat is niet direct een bedreiging voor uw vermogen. Hè, dus als u hier gul gaat zijn, ja, hoe gaat u deze periode dan overbruggen? He, woningaanpassingen, extra hulp, ja, noem maar op. Dus ik wil dat graag in een kader plaatsen. En ja, ook vanuit de gedachte, he, het is niet zo, je moet je eigen vermogen opeten. He, of, en als u op uw 86ste vanuit uw eigen huis dat verzorgingshuis ingaat, die eigen woning, als u die niet verkocht krijgt, dan zit hij nog 3 jaar in box 1. Ja, dan krijgt hij daar geen inkomen uit. Dan gaat hij dan pas naar box 3. Dan krijgt hij er wel inkomen uit. Maar de AWBZ die kijkt naar het inkomen van 2 jaar terug. Dus dan zit je ook nog eens 2 jaar verder voordat hij meetelt. Nou, in mijn tijdsbalk bent u er dan al niet meer. Ja. Nou ja. In ieder geval, ik krijg mijn boodschap mee. Ik zou, ik help mensen met schenken. Ik wil u ook graag helpen, maar we moeten ook weer niet te enthousiast worden of het wel een beetje in perspectief blijven zien. Nou, laatste onderwerp. Het levenstestament. Je zou kunnen zeggen, we kennen het overlijdenstestament. Daar hebben we net over gesproken met het erfrecht. Testament als u er niet meer bent. Dit testament regelt de zaken als u er nog wel bent, maar niet meer zelf kan beslissen. Bijvoorbeeld door dementie of andere aandoeningen. U kunt zelf niet meer beslissen, dat moet iemand anders voor u doen. En wat kan er dan geregeld worden? Nou, u ziet hier een paar mogelijkheden staan. Het kan klein beginnen, bijvoorbeeld met een machtiging op een bankrekening. Hè, dat een kind gemachtigde wordt op de rekening van zijn ouder, dat hij zo het betalingsverkeer kan doen. Maar dat is een beperkte oplossing, alleen voor die rekening en niet alomvattend. Wordt er niks geregeld, dan is er bewindvoering via de rechter. He, dan gaat dat kind naar de rechter en zegt: rechter, mijn ouder kan het niet meer, maak mij bewindvoerder. He, want dan kan ik namens mijn ouder handelen. Maar ja, die procedure heeft nogal wat nadelen. Het kwaad is dan al geschied. En dan moet je in die moeilijke fase vaak dat allemaal gaan regelen. Er is ook een mogelijkheid om het zeg maar informeel op te lossen. Dat is de algemene notariële volmacht. Dan zegt de ouder tegen het kind: jij mag namens mij alles doen wat ik zelf ook mag. In het vertrouwen dat je dat pas gaat doen als het nodig is. En in mijn belang. Dus niet zelf wat ruimer op vakantie gaan, ja, maar handelt in mijn belang. Oké, dan heeft dat kind de touwtjes in handen, zou je kunnen zeggen. Maar wat moet dat kind dan doen? Wat zijn de wensen? Op het gebied van beleggen, op het gebied van zorg, met schenkingen, noem alles maar op. Medische zaken. Nou, als
de ouder die wensen ook opschrijft, dan promoveert zo'n akte als het ware tot notarieel levenstestament. Dat is waar we nu zijn. Hè? Dus dat is inmiddels een fenomeen geworden. Ik geloof dat er al meer dan 40.000 zijn gemaakt. Hè? Dit is iets wat in de afgelopen jaren op is gekomen. Goed, denk ik, om over na te denken. Ik wil u 3 dingen meegeven om over na te denken. Is dat levenstestament uitvoerbaar bij de bank? Het wordt gemaakt bij de notaris, maar die is niet altijd goed op de hoogte wat er nou wel en niet bij de bank precies geregeld kan worden. Nou, dan zien we bijvoorbeeld wel eens dat er 2 gemachtigden zijn die alles samen moeten doen. Bijvoorbeeld beide kinderen. Maar ja, dat kan problemen opleveren, want ja, dan kunnen ze niet pinnen. Want wij kunnen niet afdwingen dat zij samen moeten pinnen. En dat is wel een probleem, want als je tegenwoordig niet kan pinnen, hoe kom je dan aan geld? Nou, dat is een voorbeeldje van makkelijk opschrijven, maar ja, de praktische uitvoerbaarheid is daar niet goed gerealiseerd. Die gemachtigde die is misschien wel 10 jaar de kapitein op het schip. Is het niet verstandig als er iets of iemand over de schouder van die persoon meekijkt of alles wel goed gaat? Misschien is iemand nu wel zuiver op de graad, maar die kan ook onderweg een ongeluk krijgen. Of denk aan die 2 kinderen. Misschien is het wel goed als 1 kind de kapitein op het schip wordt en dat een ander kind min of meer toezichthouder wordt. Dat de oude zegt in dat levenstestament, ik wil dat jullie samen optrekken. Maar uit praktische overwegingen heb ik deze verdeling zo gemaakt. En als laatste, als er een BV is, dan is het vaak de bedoeling dat die gemachtigde ook over de rekening van die BV kan beschikken. Maar die BV is een aparte rechtspersoon. En daar moet dan ook iets aparts voor geregeld worden. Dat is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Maar er moet wel aan gedacht worden. Want anders dan is het niet geregeld. Meneer. Is er wel eens over nagedacht om in een BV bijvoorbeeld jouw kinderen aandeelhouder te maken? En van box 3 ga je dan natuurlijk naar een andere box. Zo doe je wat aan vermogensoverdracht. Ja. Is dat legaal? Is dat een gedachte waar je wat mee kan? Voorkom je dan veel belastingheffingen bijvoorbeeld? Ja. Of is dat toch geen goede gedachte? Ik moet meteen denken aan dit plaatje. Ja. Ja. En de gedachte is van, zit er voordeel in om vermogen, spaargeld, vermogen van box 3 naar box 2 te brengen? Hè? Als er vermogen in de BV zit, dan wordt dat belast in box 2. Zitten daar voordelen in? Nou, je kan dat vanuit rendementsoogpunt bekijken. In box 3 hebben we een belastingdruk van 1,2%. In box 2 heb je een belastingdruk over het echte rendement. Nou, dat is een rekensom van wanneer is dit gunstig, wanneer is dat gunstig. Wat je ook nog wel eens ziet, maar is dat niet bijvoorbeeld het via dividend uit betalingen regelen. Dat mag dan weer niet waarschijnlijk. Je moet het rendement halen. Ja, ja. Okay. Ja, dat is al wel ingewikkeld. Want, ja? Want er is een belasting in de BV. En als het geld uitgaat, dan is er ook weer een belasting. 25%. Mm-hmm. En dan komt het vermogen weer in box 3. Maar ik moest nog heel even denken aan deze meneer. Want wat er de situatie nu is, is dat voor de AWBZ vermogen in box 3 meetelt. Mm-hmm. Maar vermogen in box 2 niet. Nou, dat is een beetje krom, hè? Want dan kan je de situatie krijgen dat een multimiljonair met zijn geld in een BV minder betaalt dan een modale spaarder met zijn geld op een spaarrekening. Ja. En nou, mensen, hè, die opperen wel eens de gedachte, moet ik niet dat BV'tje in? Nou, dat is denk ik een beetje krom. Ik verwacht dat de wetgever hier ingrijpt, hè? Want dat is natuurlijk een rare situatie als je daar zo onderuit kan. Je hebt het geld wel, maar het zit toevallig in een BV. En dan hoef je minder te betalen. Oké, dank u. Ja. Zijn er nog andere vragen? Nou, dan moet ik duidelijk zijn geweest. Of is het zo ingewikkeld geweest dat hij denkt, zegt, help, weg. Te ingewikkeld. Oh. En over het algemeen op deze brief hebben we geen haar meer. Ja, nee, het is een klein beetje een gezocht plaatje. Een klein beetje een gezocht plaatje, dat geef ik toe. Ik dank u voor uw aandacht.